Hallo, een hele goede avond allemaal. En welkom bij alweer een 20e editie van Water Republic hier in Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Laura Vroen en ik ben jullie moderator voor vanavond. We gaan het vanavond hebben over het water in de stad. En dan in het bijzonder over het water in de stad met een vooruitzicht op 2025. Waarom 2025? Omdat Amsterdam dan 750 jaar bestaat. Nou, dat is een hele lange tijd. En de vraag is, hoe willen we dan in 2025 dat die rol van het water in de stad vervuld wordt? Nou, daar gaan we vanavond naar kijken. We hebben vanavond... Oh, kom binnen, er is nog genoeg plek. Volgens mij daarachter ook nog. We hebben vanavond een aantal prachtige plaatjes van de blauwe atlas, de groenblauwe atlas. Die zullen jullie hier achter mij zien verschijnen. Die is gemaakt door Nature Desks en Urban Good. En die kaart die is voor de liefhebber ook nog in de ouderwetse, even kijken, kaartvorm te krijgen. Dat is deze, zoals we die vroeger in de auto hadden liggen. Die kan je krijgen op hun website. Dus als je nou plaatjes hier straks achter ziet waarvan je zegt, die vind ik prachtig, die wil ik in mijn kamer hangen, dan kan dat. Goed, even kijken. Hoe gaat het er vanavond uitzien? Hoe ziet het programma eruit? We gaan het doen in drie onderdelen. Het programma bestaat uit drie onderdelen. Allereerste onderdeel gaan we beginnen bij het begin, namelijk waar komt het water in de Amstel eigenlijk vandaan? Als we daar naar hebben gekeken, dan gaan we kijken naar het varen op het water in het tweede onderdeel van vanavond. En tot slot gaan we kijken naar alle schoonheid langs de grachten, alle prachtige bomen die daar groeien. Maar ook de letterlijke schoonheid, de kwaliteit van het water, in het water en hoe we dat kunnen verbeteren. Ieder onderdeel vanavond heeft een aantal sprekers. We hebben een aantal interviews. Hierachter is ook nog plek, mevrouw. Daar met het hoekje. Oké. We hebben een aantal sprekers per onderdeel, een interview hier en daar. Ik wil jullie vragen om je vragen eventjes voor jezelf te houden tot het einde van ieder onderdeel. Dan zeg ik, nu is er plek voor vragen. En dan kunnen de handen omhoog en dan kom ik naar je toe met de microfoon. En dan kan iedereen ook je vraag goed horen. Dus zo gaan we dat doen vanavond. Voordat ik ga beginnen, ben ik heel erg benieuwd waarom jullie hier allemaal in de zaal zitten. Ik ga ervan uit dat iedereen hier groot fan is van het water. Dat jullie daarom hier zijn. Dus dat wil ik eventjes gaan meten. En dat gaan we doen met Mentimeter. Dan wil ik jullie vragen om je telefoon erbij te pakken. Normaal mag dat niet, vanavond wel. En dan kan je deze QR-code scannen of je kan daar even naar www.menti.com. En dan kan je de volgende code daarboven invullen. Kan iedereen hem zien? Dus sta ik er niet voor. Ik zal even... Ja? En als je dat dan hebt ingevuld, dan krijg je als het goed is een scherm. En dan kan je daar invullen in drie woorden. Ik hou van het water omdat. Waarom je van het water houdt. En als het goed is, komen die antwoorden dan straks hier in beeld. Anoniem natuurlijk. En dan ben ik heel erg benieuwd of we eens even kunnen kijken waarom wij allemaal zo van het water houden. Oh, nog één keer de code. Oh, hij staat erboven. 657230. Ik hou van het water omdat historie, varen, ik werk bij Waternet. Ja, dat kan. Hangt er vanaf of je van je werk houdt. Even kijken, wat hebben we nog meer? Boten, lekker bootje varen, plezier. Even kijken, varen op de gracht. Wie vaart er hier allemaal op de gracht? Eens even kijken. Oh, dat zijn er een heleboel. Zitten er ook roeiers tussen? Nou, dat zijn er ook een aantal. Leuk. Als de motor kapot is. Leven. Wie heeft er wat een mooi poëtisch antwoord. Leven. Wie heeft er leven? Zou ik mogen vragen waarom u leven heeft gezegd? Ik ben ooit in Egypte geweest. En een drop of water means life. En je begrijpt als je in Egypte bent in die woestijn dat dat ook echt zo is. A drop of water means life. Hij is in Egypte geweest en daar betekent dat natuurlijk ook echt leven. Ik denk dat dat een prachtig poëtisch begin is van deze avond. Ik zie nog een hele hoop verschijnen. Mooi. Nou, goed, het wordt een beetje klein, dus het wordt een beetje moeilijk lezen.
Ik denk dat het tijd is om met de eerste spreker te gaan beginnen. Eens even kijken. Hij is waterexpert bij Waternet. Niet zomaar iemand. En hij gaat ons wat vertellen over de oorsprong van de Amstel. Mag ik alsjeblieft een heel warm applaus voor Maarten Auwboter. Ja, we gaan vanavond verhalen vertellen. Verhalen over plekken. En van iedere plek, het staat hier achter mij een willekeurige plek in de stad. Bij het Centraal Station, misschien dat jullie het herkennen. Van zo'n plek vraag je je af, wat zie je hier? Wat is hier nou? Waarom is dat hier? Wie heeft dat bedacht? Hoe is het zo gekomen? Iedere plek heeft weer relatie met andere plekken. En de relaties tussen die plekken die vormen samen een systeem, een watersysteem. En over dat watersysteem vertellen die plekken eigenlijk verhalen. We gaan er een paar aan de orde brengen. Als je kijkt naar onze plek in de delta de afgelopen duizend jaar, dan hebben we hier onze plek gevonden. Omdat het vruchtbaar is, omdat het een goede plek is voor handel, voor transport. Wereldwijd wonen mensen graag in delta's, maar ook onze plek in de delta is een zeer geliefd plekje om te wonen en te werken. Het is even goed lastig geweest, dat wonen en werken in die plek. Er waren bedreigingen, het boze buitenwater, of dat nou uit de Zuiderzee, uit de rivier de Lek kwam. Uiteindelijk is er ook altijd dreiging van water wat uit de lucht komt en wat weer weg moet. En lukt dat niet, dan is dat water op zich bedreigend. Als je helemaal kijkt, niet alleen naar kwantiteit, maar ook naar volksgezondheid. Dit is een cholera-kaart uit 1866 van het aantal cholera-slachtoffers van de epidemie van 1866. Per wijk staat het aantal inwoners en het promiel van het aantal mensen wat van die inwoners gestorven is. En je kan zelfs nog op de kaart terugvinden in welke week dat dan gebeurd is. Het is duidelijk dat er een hele uitdaging is om in zo'n delta te wonen. Mensen hebben daar eigenlijk langzaam zijn daarmee vergroeid geraakt door met die bedreigingen om te gaan, met het leven om te gaan. Er is een watersysteem gevormd, zoals wij nu ook een watersysteem verder vormen. Bijna als een bloedsomloop in het landschap, zoals wij zelf ook een bloedsomloop hebben. Als je nou kijkt naar al die plekken en je ziet alle verschillende onderdelen, op deze kaart van Amsterdam met het achterland van Amstelland. Daar staan de riviertjes. Ja, daar staan allemaal mooie topografische namen die niet alleen maar metrostations zijn, maar dus riviertjes in Amstelland. Er staan, welke verschijnt er nu ook weer? Uitwisselingen met het Amsterdam-Rijnkanaal. Het Amstelland voeden met water wat weer uit de Lek komt. Allemaal poldergemalen, polders met allemaal polders op verschillende waterniveaus waar het water van naar de Amstel gebracht wordt. Zuiveringen, die lozen vaak op de boezem. Zuiveringen rond steden, die van Amsterdam loost op het Noordzeekanaal, die van Amstelveen loost op de Amstel, de Horstermeer aan de andere kant van Amstelland, ten zuiden uit Hoorn en de Ronde Venen. En dan vergeet ik iedere keer wat er dan ook weer komt. In de stad zelf zien we die sluizen. Een heel sluizencomplex om de stad te kunnen afsluiten van het IJ en van het boze buitenwater. Vroeger waren die sluizen altijd dicht. Vandaag de dag zijn die sluizen op vrijwel ieder moment van het jaar en alle jaren open. Tot er een keer hoog buitenwater is, dan kunnen ze weer dicht. Ja, als je kijkt naar al die plekken die samen dat systeem vormen, dan kom je soms dingen tegen met een lange historie. Dit is op het Jonas Daniel Meijerplein. En die rand die hier uit het plein steekt, is de bovenkant van een rioolgemaal, 5 meter onder de grond. Eigenlijk een heel hoog gebouw waarvan je alleen maar het laatste stukje ziet. De sokkel die ervoor staat is een drinkwaterput uit 1790.
De stad zit helemaal vol met verhalen over kleine zaken die je herkent en die dus samen dat systeem vormen. Nou is het zo dat als we die verhalen delen en die verhalen kennen, dan gaan we, dat is mijn eigen ervaring, hoe meer verhalen ik ken, hoe meer ik van de stad ga houden. Dat beïnvloedt ook mijn handelen. Ik zal eerlijk gezegd zelf niet zomaar iets in het water gooien, omdat dat water me aan het hart gaat. En ik zou de stelling willen doen dat de stad krijgt de waterkwaliteit die je met elkaar verdient. De waterkwaliteit is het product aan de bottom line van wat overheden doen. Oké, dat is misschien in het verleden een aantal grote investeringen geweest. Maar met nadruk ook van alles wat de mensen doen met het water. Het is aan de bottom line van de maatschappij krijgt de stad de waterkwaliteit die het verdient. Nou wil ik een aantal twee verhalen eigenlijk volgen als voorbeeld van verhalen vertellen. Een verhaal over de Amstel, de bronnen van de Amstel, de polders, de kwaliteit. Als je kijkt naar de kaart van Amsteland, dan is er een verrassing opgetreden met de omzet naar het eeuwige Apple vanuit Microsoft. Dus ik zal beschrijven wat hier te zien was. Hier waren eigenlijk op de meetpunten in het geel staan de meetpunten in Amsteland. En degenen die in de Amstel liggen, die waren rood. De Amstel heeft eigenlijk een vrij povere waterkwaliteit. Terwijl de hele streng die ligt vanuit de Angstel naar het Gein, naar Gaasp, naar de Weesper-Trekvaart, waren allemaal groen. Amsteland bestaat eigenlijk uit een tweestromenland. Een mooie tak met een eigenlijk vrij goede waterkwaliteit aan de oostkant, gevoed direct door het Amsterdam-Rijnkanaal. En aan de westkant de kant van de Amstel met droogmakerijen en zuiveringen en polders, glastuinbouw, veel activiteit. Eigenlijk op dit moment een mindere waterkwaliteit. Hoe werkt dat? Hoe werkt zo'n rivier die eigenlijk in een gebied loopt onder zeeniveau? Daar wil ik een vergelijking maken door naar het Rijnstroomgebied te kijken, waar Nederland daar aan het eind van de delta ligt. Als je hier kijkt naar de bronnen van de Rijn, dan vind je die in de bergen. Als je in Zwitserland zal je naar meerdere plekken kunnen gaan waar de bronnen van de Rijn ook zo benoemd worden. Maar dat zijn talloze bronnen. Die voegen samen tot kleine riviertjes en die kleine riviertjes tot grotere rivieren. Een soort van Moldau, als dat muziekstuk van Smetana bekend is, daar werkt het hetzelfde. Dat zwelt aan en uiteindelijk bij Lobit komt het ons land binnen als een grote rivier, de Rijn. Vanuit Lobit begint de rivier zich te vertakken. Nederrijn, IJssel, Lek, Waal. Bij Rotterdam splitst het nog weer of het door Rotterdam gaat of het Haringvliet. Het is eigenlijk is er één plek waar de Rijn in volle omvang is en daarna splitst die weer in kleinere stromen. Als je naar de Amstel kijkt, dan zijn die bronnen niet hoog in de bergen, maar zijn diep in de polders. Als je nou een bordje zou zetten, dit zijn de bronnen van de Amstel, dan zou je die zetten bij de diepste polder, waar die -6 in staat, de polder Groot-Mijdrecht. Omdat die zo diep ligt, kwelt er altijd water uit de ondergrond omhoog. Dat is een bron die eigenlijk altijd loopt. Daar zou je zomaar een bordje bij kunnen zetten, zoals de Rijn een bordje heeft in de bergen, bronnen van de Amstel. Als je al die bronnen bekijkt, dan zijn dat al die poldergemalen. Daar staan letters bij die de poldernamen representeren. En ieder van die bronnen heeft een bepaalde kwaliteit, hier uitgedrukt als een fosforconcentratie, gemiddeld over die polder, wat die uitstoot op de Amstel. Rode getallen hoge waarden, groene getallen lage waarden. Dat zijn dus allemaal bronnen met verschillende kwaliteiten, zoals dat in de bergen ook. Daar kan afhankelijk van de gesteentes al die bronnen ook een verschillende kwaliteit hebben. Hier hebben die bronnen vooral een verschillende kwaliteit door de activiteit. Je ziet glastuinbouwpolders helemaal in het zuiden. Je ziet zuiveringen die eigenlijk horen tot het voedselrijkste water. Dat water dat mengt zich over de boezem. En dit is een plaatje wat misschien lastig te lezen is. Rechts zie je een kaartje met Amsterdam en onderin Breukelen. De gele lijn volgt eigenlijk een lijn door de boezem heen van Breukelen naar Amsterdam. En diezelfde lijn loopt van links naar rechts over de grafiek. Wat zie je dus bij Breukelen? Daar zie je water van het Amsterdam-Rijnkanaal in het blauw. En daar zie je dan een polder bij komen, laten we zeggen een oranje polder en daarna een groene en nog een groene. En
Dit zijn allemaal polderstromen in een hele natte periode. Alle polders lopen omdat het regent en al die gemalen staan aan. Dus dit is het moment dat die rivier aanzwelt tot, nou ja, misschien wel tientallen kubus per seconde bij Amsterdam. Kijk je naar een ander moment, een wisselvallig moment in het voorjaar, zie je diezelfde polders terug, maar ze lopen allemaal veel minder. He, dat is typisch een maand dat het maar 2 mm regent, of misschien nog eens een keer 2 mm, maar de rest van de dagen is het droog. Kijk je naar een droge periode, dan lopen eigenlijk al die polders niet meer, alleen die polder Groot-Mijdrecht, de bronnen van de Amstel, en de zuiveringen. He, dus de zuiveringen zijn in het rood, de Groot-Mijdrecht nog steeds in het roze. Dan heeft zo'n rivier een hele andere samenstelling. Als je nou kijkt, die mengverhoudingen, die verschillen dus over de seizoenen en over de plekken enorm over zo'n heel riviersysteem. He, dat zal duidelijk zijn. Deze plaat gaan we niet uitleggen. Dit zet eigenlijk op een rij wat voor waterkwaliteiten we hebben, hoe oud het water is uit bepaalde bronnen en hoe hoog de belasting is met fosfor in de boezem. Als je die getallen op een rij zet, dan blijken twee dingen. Bij een opgetelde belasting van alle bronnen hoger dan 15 milligram per vierkante meter per dag, heb je voedselrijk water. En als voedselrijk water op de boezem ouder wordt dan 15 dagen, dan verslechtert de waterkwaliteit. En dat komt omdat er tijd nodig is om algen te laten groeien. Dus dat gebeurt in de boezem. Als dat water veroudert terwijl het voedselrijk is, gaan er algen groeien. Dit is een bepaalde wetmatigheid van de Amstel. Als voedselrijk water ouder wordt dan 15 dagen, dan verslechtert de waterkwaliteit. Nou gaan we naar een punt richting Amsterdam. Daar zien we weer verschillende maanden. Natte wintermaand, natte zomermaand, wisselende voorjaarsmaand en een droge zomermaand. En hier staan de kubus hoe het water verdeelt. Wat je nou heel grappig ziet, en dat gaan we demonstreren in het figuurtje links, is dat het water zoals het bij Lobith aankomt, de Rijnwater bij Lobith aankomt, gaat vertakken in Nederland, komt de Amstel aan uit het Amstelland bij Amsterdam. Daar is die op volle sterkte en vanaf dat moment gaat die vertakken. Eigenlijk zie je dus dat de laatste bijmenging, die komt uit de ringvaart van de Watergraafsmeer, terwijl het schuin daartegenover het Amstelkanaal alweer water vraagt. Als je dat op een rij zet, dan is er dus eigenlijk maar één punt van, laten we zeggen 30 bij 30 meter, waar de Amstel op volle glorie stroomt. Tot die tijd is die alsmaar groter aan het worden en vanaf die tijd wordt die weer alsmaar kleiner. Een heel markant punt. Hier op een luchtfoto gezien. Hè. We kijken hier de Amstel naar het zuiden. Centuurbaanbrug, nieuwe Amstelbrug eigenlijk, maar zo nieuw is die niet meer, 1906. Maar nieuwe Amstelbrug, Centuurbaanbrug hiervoor, Berlagebrug daarachter. En daar zien we de Amstel aankomen. Daar komt de Weespertrekvaart aan. Daar komt de ringvaart van de Watergraafsmeer aan. Een ringvaart met de meest fantastische kwaliteit van heel Amsterdam. Dit onderwaterbeeld is natuurlijk een prachtige schoolplaat. Of er daadwerkelijk slangen in de ringvaart zitten, durf ik te betwijfelen. Maar het beeld is duidelijk. Dit is een plek waar veel vormdiversiteit onder water is met heel veel waterleven. Nou, dat water komt er daar dus aan, hè, bij de Schollenburgergracht, de onderste pijl. En dan geeft dit vlak, geeft dat kleine cirkeltje weer waar de Amstel op volle sterkte zit. En van daaraf is de eerste plek waar die verdwijnt, is het Amstelkanaal. Nou ja, als je verder naar het noorden gaat, verliest die water links en rechts naar de Singelgracht. De grachten gaan links en rechts eruit en de Amstel verdwijnt eigenlijk op die manier. Juist op dat plek lag een zwembad tussen 1881 en 1903. Daarna opgeheven door de slechte waterkwaliteit. Maar dit is eigenlijk puur toeval. Het is niet dat dit het meest zwembare stuk is, maar er werd hier dus gezwommen op de plek waar de Amstel het grootst is. Volgen we nu het water naar Amsterdam, dan doen we dat als het hoog water is. Het water bij IJmuiden komt niet goed weg. Dan kunnen we, zie hier die sluizen sluiten. Het IJfront wordt dan gesloten. Gemaal Zeeburg, daar aan de oostkant van de stad, die gaat de stad bemalen. En het water vervolgt zich op deze manier richting het IJmeer. Kijken we naar een ander moment in de geschiedenis, naar de waterverversing. Dan is dit een kaart waar die hele waterverversing, die zo gefunctioneerd heeft tussen 1621 en 1872, hoe die gelopen heeft. En wat je dan ziet, is dat er water werd binnengelaten met vloed aan de binnenkant van de stad. Op twee plekken. Dat verzamelde zich bij de Amstelsluizen in de Amstel, in de Binnenamstel.
En van daaruit, daar zien we de Amstelsluizen, van daaruit werden de armere wijken doorspoeld. De kwaliteit verslechtert, daarom wordt het water steeds roder. En wat we hier zien is dat het zorgenkindje van de stad in deze periode was de Jordaan. Grappige kunstwerken, mooie plekken in de stad, zoals hier op de hoek van de Leidsegracht en de Keizersgracht, waar dus een oude sluis ligt die met dit 250 jaar durende verversingsregime relevant was. Nou, niet meer overigens. Is de tijd verlopen? Of? Het volgende beeld was toen het getij verdween in 1872, vanwege het graven van het Oranje. Van het Noordzeekanaal. Even kijken waar we erin springen. Ja. Komen we bij een andere verversing. Hè. Er was geen getij meer. Dus water werd ingetapt uit de Zuiderzee. En door de stad heen geleid. En aan de westkant van de stad werd het weer uitgelaten. Tegenwoordig doen we dat niet meer. We zijn in 2010 gestopt. De vuilvracht is uit de stad weg. Zelfs de woonboten zijn aangesloten. De zuivering is verplaatst naar het havengebied. Dus de waterkwaliteit is eigenlijk zo goed. We zijn gaan meten of dat klopt, dat als we niet doorspoelen, dat de waterkwaliteit goed blijft. En wat zien we? Het is niet meer nodig om door te spoelen. Deze kaart laat zien wat een meetboot gedurende een maand, iedere keer met een elektrode meet waar die aan het werk is, van het zoutgehalte. En wat je hier ziet eigenlijk is dat een roze kleur is eiwater. Een rode kleur is 50% eiwater, lichtblauw is 10% eiwater. Als we nou dus kijken naar de Jordaan, nog steeds het zorgenkind van Amsterdam qua zuurstof. Waar komt dat water vandaan in juli 2018? 10% komt uit het ei, dat zien we hier. Dat komt er dus binnen gelekt vanuit het ei naar binnen, doordat er ook een beetje getij nog is met het spuien bij IJmuiden. 50% komt uit de Weesper-Trekvaart, van de rest 45% dus eigenlijk. En 45% komt onder de Roosnoordbrug door uit de Amstel. Dat water heeft een bepaalde ouderdom. Is een ongeveer 25, 30 dagen oud. Als het in de Amstel nul is, bij de Roosnoordbrug, is het 25 dagen later in de Jordaan. Ongeveer... De helft, nee, 45% van het water, want de andere 45% komt uit de Weesper-Trekvaart en 10% uit het ei. Ja, als je nou kijkt naar hoe dit dan functioneert, dan zeg je van de waterkwaliteit zou danig verbeteren op het moment dat de Amstel minder voedselrijk zou zijn. Als je dan kijkt naar de toekomst, dan kunnen overheden zich inzetten voor... Bijna zijn we er, Thomas. Overheden kunnen zich inzetten voor rivieren. Als particulier verander je niet een zuivering of beïnvloed je niet de boeren, tenzij je boer bent. Dan beïnvloed je jezelf. Hè. Zo zal er beleid gemaakt worden, zoals internationale partijen de Rijn beter maken. Om ook het Noordzeekanaal beter te maken, met aandacht voor hoe er geschud wordt in IJmuiden. Nou, de Amstel beter te maken, Amsterdam beter te maken. Maar uiteindelijk is dit de onderlegger voor wat mensen met de stad doen. Want het zal duidelijk zijn, de waterkwaliteit in de stad is wat we er met elkaar van weten te maken. Nou, Maarten, heel erg bedankt voor dit mooie verhaal en voor die mooie woorden. Je mag lekker even plaatsnemen op de bank. Ik heb nog een paar vragen voor jou voordat ik nog een volgende gast erbij wil halen. Ik kom even gezellig naast je zitten. Nou heb ik jou wel iets gehoord over een alternatief voor het water. Of je pleit eigenlijk ergens voor het water. En dat was zonering. En ik denk dat misschien vanwege de tijd moest het even allemaal wat sneller. Maar ik vind het toch nog wel heel mooi om daar nog even uitleg over te vragen. Zonering. Nou, als je kijkt naar de stad, dan staat de stad onder druk, omdat er steeds meer ondernomen wordt. We zitten in een hoogconjunctuur. Er wordt veel geïnvesteerd, er ligt ook een bouwopgave. De stad zal dus intensiever gebruikt worden. Ja, als je daar niet voor waakt, dan wordt het op alle plekken druk. En veel druk op het water. Waar ik voor pleit, is dat we de stad zo ontwikkelen dat er plekken zijn die luwer zijn.
ook wat vaarbeweging betreft luwer zijn, wat druk op het water betreft luwer zijn. Die plekken zouden weer toegankelijk moeten zijn voor iedereen in de stad, ergens in de buurt. Dus een netwerk van luwere zones, waar je dan ook een betere waterkwaliteit krijgt. En ik denk dat een stad onder druk baat heeft bij zonering, om voor ieder toegankelijk, rustige, luwere zones, genietbaar ook voor plant en dier. En dan heel even voor duidelijkheid, zonering als zijnde definitie, dat betekent dus dat je niet de knopen die er in de stad zitten gaat oplossen, zodat die drukte minder wordt. Maar als ik het goed heb begrepen, dat je dus die doorloop juist eigenlijk een beetje expres toch afgeremd houdt. Ja, dan zijn plekken van nature slecht te bereiken. Dat kan je zo houden, of dat je kan die knooppunten opheffen, zodat die plekken ook goed te bereiken zijn. Dan krijg je spreiding. Dus dan heb je aanvankelijk misschien, zoals het rustiger werd op de wegen toen we op de filestrook mochten rijden, staan we nu overal vast. Hè? En ik denk dat het toekomstscenario mogelijk is als je overal bij het water makkelijk kan komen en het wordt drukker, dan wordt overal die druk in de komende jaren hoger. Hou je die natuurlijke knooppunten in stand, dan ontwikkelt de stad vanzelf gezoneerd en blijft er voor plant en dier en mens altijd nabij luwere zones toegankelijk. Oké, dus als we dan nu kijken naar 2025, hè, wat we vanavond proberen te doen, dan zeg jij eigenlijk, hou die opstoppingen, die knopen die we nog hebben in het Amsterdamse kanaal, hou die erin. Ja, hou je in om te genieten van het feit dat het tijdelijk eventjes wat rustiger lijkt omdat je spreidt, want dat is maar tijdelijk. En ik zou voor de lange termijn die zonering erin hangen en eventueel versterken. Oké. Hey, en die zones, even als laatste vraag voordat ik doorga, die zijn dan voor alle boten? Is dat dan ook voor recreatie zo? Of is het alleen voor professionele vaart? Nou, het is nu van nature, omdat sommige bruggen laag zijn, kunnen er gewoon geen boten komen. En dan heb je, dat is die natuurlijke zonering die je krijgt. Hè. Bijvoorbeeld de brug van de Utrechtse straat over de Keizersgracht, die is laag. En daardoor is de Keizersgracht in zijn geheel eigenlijk luwer. Dus de Keizersgracht is ook al 10 voet breder, Amsterdamse voeten, 100 voet in plaats van 90 voet. Amsterdamse voeten. Ja, 1 voet is 11 duim en 1 duim is 2,57 centimeter. De Keizersgracht is breed. Okay. De Keizersgracht is luw qua auto's. De Keizersgracht is luw qua vaart. Typisch, als ik door Amsterdam ga, fiets ik graag over de Keizersgracht en minder graag over de Prinsengracht. Okay. Het is daar stiller, dat kan je zo houden. Hè? En dat kan je ook op het water zo houden. Dat kan het je is ook de plek waar je het eerst kan schaatsen. Dat rak en de reguliersgracht is ook de plek waar het eerste ijsvorming is. Hè? Zoals in maart 2018 voor het laatst. Ja. Nou, mocht het nog een keer gaan vriezen, dan weet in ieder geval iedereen hier nu waar we als eerste moeten zijn. Ik wil nog eventjes naar het publiek, want er zit hier ook een collega van jou in de zaal. Die ik even wil gaan zoeken. Hallo, Daniel. Hallo, welkom. Even kijken. Dames en heren, een applaus alsjeblieft voor Daniel Goedbloed. Hallo, welkom. Is er een microfoon voor jou? Dat is wel makkelijk. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Daniel, jij bent coördinator van Amsterdam Rainproof bij Waternet. Ja. Zou je dat eventjes kunnen toelichten? Wat is dat precies, Rainproof? Nou, dat is eigenlijk een initiatief van Waternet om in een netwerk platformbenadering eigenlijk met iedereen die woont en werkt in de stad regenbestendig te gaan maken. Oké, dus even voor het bruggetje. We hebben nu gekeken naar het water, hè, in de Amstel. Ja. En we praten nu met iemand die gespecialiseerd is over het water dat uit de lucht komt zetten. En eigenlijk nog preciezer wat we daarmee aan moeten. Precies. Nou ja, wat we eigenlijk zien, en dat is wel mooi zoals Maarten dat verwoordt, en daar zit natuurlijk een hele mooie historie in, is ook de historie met hoe we omgaan met het regenwater in de stad, zorgt er eigenlijk nu voor dat we een beetje in de knel komen. Want het is eigenlijk allemaal gericht op het regenwater zo snel mogelijk de stad uitvoeren. En wat we eigenlijk moeten doen met dit soort, nou ja, door klimaatverandering gaat het steeds harder en extremer regenen. Om daar beter mee om te gaan, moeten we het water veel beter vasthouden, vertragen en een plek geven in de stad. Dus dat is een andere manier met het regenwater omgaan. En dan hebben we net gezien bij Maarten, hè, waar het dan dat was op de kaart, waar het volste was in de Amstel. Ja. Jij zegt dat we hebben steeds meer problemen met het water. Wat is nou de grootste problemen area wat betreft regen? Nou, we hebben een analyse gedaan van oké, maar waar loopt nou de stad als eerste onder? Mm-hmm. Eigenlijk als het heel erg extreem regent. En daar hebben we een regenwater knelpuntenkaart van gemaakt.
En die zie je hierachter. Die is ook op maps.amsterdam beschikbaar. En die laat eigenlijk zien waar de urgentie het grootst is. Ze zijn eigenlijk opgedeeld in rode, groene en oranje, als het goed is, vlakken. Waarbij we hebben gezegd is dat eigenlijk de rode plekken, dus de grootste, hoogste urgentie ten aanzien van extreme neerslag. En je moet het zo zien, is we hebben de ambitie in de stad om een bui die ongeveer 1 keer in de 100 jaar voorkomt, dat is 60 mm in 1 uur tijd, om die met elkaar te kunnen verwerken zonder dat er schade optreedt. En in deze plekken gaat dat eigenlijk mis. En als je het dan hebt over schade, over wat voor schade praten we dan? Nou, en dan heb je het over schade dat water, dus dan kan het water natuurlijk niet snel genoeg weglopen. Mm-hmm. Dan loopt het bij mensen in de souterrains, in kelders of in de metro, ergens. Gewoon op lagere plekken loopt het water naar binnen en dat veroorzaakt schade. Oké, en als we nou kijken naar 2025, want daar komen we natuurlijk elke keer steeds weer terug. Nou ja, als je kijkt naar 2025, wat we hebben gezegd en wat het is dat we eigenlijk die rode knelpunten, dus die het die grote vlakken, extreem urgent zijn, die willen we eigenlijk in een periode van 5 jaar opgelost hebben. Je moet het eigenlijk zo zien, is dat wat de stad aan het doen is, die is op dit moment, hebben ze zichzelf de opgave gedaan om dus die schade te voorkomen in 2050. Dat betekent dat bij alle werkzaamheden in de stad de gemeente en waternet het meteen meeneemt. Maar bij deze punten moeten we gaan versnellen. Dus dat betekent eigenlijk als je het meteen meeneemt, dan gaat het ongeveer 1 jaar of 40 duren voordat we de hele stad hebben doorlopen. Maar deze plekken moeten eerst. We eigenlijk sneller programmeren. Precies 5 jaar, 2025, ja. Zien zouden we geen rode plekken opgelost worden. Oké, dat vind ik een heel mooi streven. Ja. Neem lekker plaats. Ja. Dan is dit het moment waarop het eerste onderdeel van deze avond is afgesloten en waarin er ruimte is voor vragen. Dan ben ik heel benieuwd, zijn er vragen vanuit het publiek? Ja. U betrok in het begin van uw betoog emotioneel de positie van de burger bij de staat van het water. Want u zei, ja, ik gooi geen rommel in het water, want dat gaat maar aan het hart. Die fosfaatconcentratie in het water, die blijkt voornamelijk te worden veroorzaakt door bladval, door hondenpoep en door het voeren van eendjes door de mensen. Wat voor handvaten zijn er om dat gedragpatroon te veranderen? En dus het fosfaatgehalte en bijvoorbeeld het optreden van botulisme in de zomer te voorkomen? Wat gaan we daartegen doen, Maarten? Ja, ik denk dat de voorbeelden die u noemt, vooral in polderwater, zich afspeelt. Bladval, hondenpoep. Minder in de Amstel, die veel harder stroomt. Waar natuurlijk wat door dat soort gedrag aan toegevoegd wordt. Hè. Dus laat duidelijk zijn, je moet nergens. Je zou overal bewust willen zijn of willen dat mensen bewust zijn. In polders is het inderdaad, in parken, het Oosterpark, buitengewoon kwetsbaar om meer eendjes te eten te geven dan er in heel West-Europa rondloopt. Dus daar is ook broodgift echt een element in de waterkwaliteit. Hadden we het met elkaar een list bedacht over hoe je dit bewustzijn krijgt, dan was het probleem niet meer daar geweest. Ik denk dat we het vertellen van verhalen, het delen van bewustzijn, dat zou kunnen helpen om mensen perspectief te geven op de gevolgen van gedrag. Dus gewoon meer Water Republic eigenlijk. Daar komt ja, het op de meer. Water Republic is een, is een fantastisch start. Platform. Ja. Zijn er nog meer vragen? Je noemde eventjes in je betoog zoveel procent van die water, zoveel procent van dat water, zoveel procent van dat water. Als ik je 5 glaasjes geef en uit al die verschillende rivieren, ik zie een berg water, ik zie geen percentages. Hoe weet je zo dat het uit die percentages van al die verschillende water kan? Dus de vraag is eigenlijk, hoe meet u dat? Hoe meet u dat? Ik heb dat even overgeslagen om te beschrijven dat we een modellering hebben, waarbij al het water wat van de polders komt, dat meten we. Dat gooi je in een rekenmodel wat het transporteert door Amsterdam heen. En het resultaat van dat rekenmodel is dat je op iedere plek de mengverhouding ziet. Dat is maar een model. Maar dat kan je verifiëren door het zoutgehalte. En het zoutgehalte wordt door dat model vrij goed beschreven. Dus dat model is vrij goed in het beschrijven van fysica. We weten vrij goed hoeveel water er uit de polders opkomt en wat de mengverhouding is in de hele boezem. Dus in de Amstel, in Amsterdam. En dat waren die kleurtjes en die dwarsdoorsneden. Die tellen op van 0 tot 1.
Oftewel van 0 tot 100%. Dat is maar net of je het uitdrukt van 0 tot 1 of van 0 tot 100%. In de Jordaan is een herkomst gekoppeld aan de voeding van Amsterdam in een zomer is voor Weesp-Trekvaart en Amstel aan elkaar gelijk. En het eiwater dat komt uit het zoutgehalte wat we meten in een bloemgracht. Dus dan weten we 10% komt daar vandaan en de rest is in tweeën gesplitst. Herkomst van de schone tak Weesp-Trekvaart en van de iets rijkere tak van de Rozenoordbrug, om het zo maar te zeggen. Er komt een hoop wetenschap bij kijken. Beantwoordt dit uw vraag? Ja, is het helder? Nou, helemaal goed. Is er nog een vraag? Ik zie hier nog een vraag. Oh. Hoi, ik had eigenlijk een vraag over de eerste vraag eigenlijk. Die gesteld werd ook over dan misschien de invloed van de mensen in Amsterdam. Maar tegelijkertijd, en dat ging een heleboel over bewustwording, maar volgens mij had u in uw verhaal ook heel erg dat voor een deel heel erg van de invloed van de Amstel kwam en van die polders. En dat fosfaatgehalte daar heel erg beïnvloedt. En dan snap ik niet zo goed wat dan de bewustwording van de Amsterdammer, hoe die kan bijdragen tot de oplossing. Is dat dan wel Amsterdam of hebben we het dan over een landbouwprobleem? Is het Amsterdam of hebben we het over landbouw? Ja, het is wat dat betreft onverstandig waarschijnlijk om de splitsing te maken tussen Amsterdammers en niet-Amsterdammers, binnen de ring en buiten de ring. Het gaat natuurlijk inderdaad om mensen. En de mensen maken de Amstel en dat is voor een deel door alle activiteit in de polders. Maar het is ook in de steden door de activiteit van stedelingen. En misschien dat de verhouding in stedelijke polders van de bewoners daar direct groter is dan in de Amstel, waar ook mensen verderop, is een groter schaalgebied, hebben meer mensen invloed op. Dus dat is niet alleen maar de stedeling. Dat is eigenlijk iedereen die in dit gebied woont en werkt. Dus we hebben het nu over Amsterdam, hè? Maar eigenlijk ligt het veel breder natuurlijk dan dat. Je het hebt over bewustwording en je hebt het over neerslag bijvoorbeeld, dan hebben bewoners van Amsterdam en mensen die dus eigenaar zijn van panden, hebben wel degelijk een hele belangrijke rol om het regenwater op hun eigen terrein vast te houden en vertraagd af te voeren. Dus dat gaat ook over droge voeten, maar dat draagt ook nog eens een keer bij aan een betere waterkwaliteit. Dus wat dat betreft hebben we, als we kijken naar het vasthouden van regenwater, zeggen wij vangen het regenwater op en doen er wat mee. Dus dat is wel degelijk iets wat ook de Amsterdammers wel mee kunnen doen. Zeker. Oké, nou voor nu moet ik het even afronden wat betreft vragen. Dan kunnen we door met het tweede onderdeel. Mag ik nog één keer alsjeblieft een warm applaus voor Maarten en Daniel? Nou, met onze volgende spreker beginnen wij aan het tweede deel van het water. Het tweede deel van de avond, niet van het water. We gaan het namelijk hebben over varen op het water. Hij is de oprichter van Knel Company, inmiddels bekend als Stroma. En hij is de voorzitter van het Amsterdam Light Festival. Hij gaat ons meer vertellen over de totstandkoming van zijn succesvolle bedrijf, maar ook over de veranderingen van het watertoerisme door de jaren heen. Mag ik alsjeblieft een heel warm applaus voor Felix Goodman. Dankjewel. Goedenavond. Ik ga u meenemen terug naar eind jaren 70, begin jaren 80. Begin jaren 80 kwam ik terug in Amsterdam na een studie in het buitenland. En ik dacht, wat is dit toch een heerlijke mooie stad. En waarom zien zo weinig mensen dat? Want dat was toen een beetje de situatie. De stad was aanmerkelijk minder vrolijk dan nu. Er was heel veel leegstand, er waren krakers die een woning zochten. Er was vrij veel geweld, er was een zeer negatieve sfeer wat betreft de risico's van het leven in Europa. Allemaal tegen de neutronenbom. En er was veel graffiti en er waren natuurlijk onze huisjunks. Dus dat was de situatie toen. En ik dacht, zou ik niet kunnen helpen om mensen weer te laten zien hoe mooi de stad kan zijn. En wat is nou mooier om de stad te zien dan zelfstandig, actief in een bootje te stappen en die gracht op te gaan. En daarvoor
maakte ik gebruik van de Canal Bike, die ik toen introduceerde in de stad, om met een milieuvriendelijk bootje heel stilletjes zelf door de grachten te gaan. Nou, wie herkent dit beeld achter me? Dit is Amsterdam, de film. Huub Stapel en Monique van der Ven, jong en verliefd op de Amsterdamse grachten. En waarom ik jullie dit beeld laat zien, dat is niet alleen omdat ons logo toen zo mooi in beeld werd gebracht, maar dat is met name eigenlijk om wat je nu gaat zien, het eindshot van die film, dat wees ons allemaal erop hoe ongelooflijk leeg die grachten waren. Want die waterfiets is zo'n beetje het enige bootje wat je ziet. Nou, dat is inmiddels veranderd. En daar heb ik ook een klein beetje beeld bij. Dit was 2015, laten we zeggen één generatie later. En het is veranderd. Want tussen 1988, die Amsterdam-film, en 2015 heeft iedereen een eigen bootje gekregen of gekocht. En zijn er ook heel veel andere vormen van professioneel gebruik op de grachten gekomen. Er zijn sloepjes bijgekomen, er zijn open boten, er zijn salonbootjes bijgekomen. En op een leuke zonnige dag is het een beetje vol. En nou, dit is natuurlijk een heel komisch beeld, maar met name wat valt hier op? Het blijft heel erg gemoedelijk en het gaat toch eigenlijk altijd goed. Niet altijd. Inmiddels is hier ook een beetje op ingegrepen. En wat er is gedaan inmiddels is eenrichting verkeer maken in bepaalde grachten. En dat heeft wel een enorm verschil gemaakt in dit beeld. Ja. Tussen dit en toen zit een fase waarin het beleid in Amsterdam is veranderd. En toen ik begon met de waterfietsen, toen was er eigenlijk geen beleid. Ik heb gevraagd, mag je bootjes verhuren in Amsterdamse grachten? Ogenblikje, ik verbind u door. En na een dag door te zijn verbonden door het Amsterdamse stadhuis in 1983, was de conclusie, er staat niets op papier over het verhuren van bootjes in Amsterdam. Dat gaf mij de aanleiding, nou dan zal het dus mogen. En alle ambtenaren dachten, dan zal het dus niet mogen. Destijds was dat een gevecht wat een jaar geduurd heeft. Canal Bike is er gekomen, maar daarna is er heel veel geschreven over beleid maken in de grachten. Maar in die tussenliggende fase is er wel een hele hoop bijgekomen. Ook er zijn salonbootjes gekomen, er zijn sloepen gekomen. En er is ook beleid gekomen qua uitstoot. Want laat ik even doorschakelen naar een volgend onderwerp. Dit was een vertrouwd beeld wat we eigenlijk alweer vergeten zijn. Ik heb gezocht op het internet naar dit beeld. En ik kon het al niet meer vinden. Dat was, zo snel gaat dat. Als je nu gewoon in de afbeeldingen bij Google kijkt, dan vind je allemaal leuke elektrische bootjes. Nou, dit was het vertrouwde beeld. Toen ik dus doorgroeide van Canal Bike naar grotere boten, toen hebben we meteen schone motoren geïntroduceerd. Dat was begin jaren 90. Dat was een moment dat in de gemeente daar ook echt interesse voor was. Er was een milieudienst die dacht, goh, je zou die rondvaartvloot als voorbeeld kunnen gebruiken hoe het schoner kan. Daar waren een aantal enthousiaste ambtenaren. Wij hebben daar toen op ingespeeld. We kwamen tot de conclusie dat elektrisch varen op dat moment nog niet mogelijk was, maar aardgas een heel goed alternatief, waarmee echt 97% van de vieze stoffen uit de lucht filterde, of gewoon niet maakte. Maar zoals dat gaat cyclisch. En na een heel enthousiast begin kwamen ambtenaren tot de conclusie dat het eigenlijk maar een heel beperkte bijdrage leverde aan de luchtkwaliteit van Amsterdam. En dat er niet al te veel energie in moest worden gestoken. En toen schoof dat weer naar de achtergrond. Vanuit de branche werd toen ook vrij snel weer de gemakkelijke houding aangenomen van als het niet moet van de overheid, dan hoeven wij het ook niet te doen. En zo is dat tot 2008 toen weer naar achteren geschoven. En daarna is weer een nieuwe golf gekomen waarbij echt kracht werd gezet. En nou moet het schoon. En inmiddels is dus het beleid dat alles wat
professioneel vaart in de grachten moet nu gewoon zo'n beetje schoon zijn en de laatste boten worden gedaan. En ook de pleziervaart moet nu tot 2025 echt elektrisch gaan varen. Dus daar is een enorme slag gemaakt, veel langzamer dan het had kunnen gebeuren. Iets anders wat misschien wel interessant is om naar te kijken is, er wordt natuurlijk heel vaak gepraat over vrachtvervoer te water. Wat is er nou logischer dan de grachten gebruiken voor datgene waar ze oorspronkelijk voor gemaakt waren? Vervoer van goederen, dus niet alleen vervoer van mensen, maar ook vervoer van goederen over de gracht. Je ziet, dit is een initiatief Mokum Maritiem waarbij wij in 2008 betrokken waren. We hebben toen samen met vier andere partijen, ICOVA, wat tegenwoordig Ginoei heet, Saan en twee rederijen, Rederij Nederland en Rederij het Smitje en wij, dit schip ontwikkeld. Helemaal elektrisch. Wat in staat is om vracht efficiënt door de stad te vervoeren. Maar je ziet eigenlijk al meteen een van de problemen waar die boot tegenaan liep, en dat is walruimte. Als je efficiënt goederen wil vervoeren over de grachten, dan moet je dus ook voldoende plekken hebben waar die boot voor de kant kan komen en goed kan laden en lossen. En ook daar zie je dus dat de realiteit toch veel weerbarstiger is gebleken dan de gedachte. Toen we begonnen, toen stonden binnen 3 maanden alle gemeentelijke nota's vol met, nou, binnen 5 jaar gaan we dus al het vrachtverkeer de stad uit bonjouren en gaat het allemaal over de gracht. We zijn nu dik 10 jaar verder. Het gaat niet gebeuren. Althans, dit niet. Dit gaat voor bepaalde stromen heel goed, maar andere stromen zullen toch echt veel meer. En er zijn ook daar weer hele goede alternatieven ontwikkeld. Bakfietsen, elektrische bakfietsen, vervullen nu eigenlijk de rol die je over water had kunnen doen. Nou, wat ben ik gaan doen? Ik ben echt iemand die houdt van nieuwe dingen doen. Ik ben betrokken geraakt bij, eind 2010 had ik Canal Company duidelijk de marktleider op het gebied van sightseeing in Amsterdam geworden. We zijn toen betrokken geraakt nog bij het opzetten van de Adam Lookout, initiatief van Sander Groet, waar wij een van de partners in zijn. En ik ben het Amsterdam Light Festival gaan opzetten. Dat is 2012 heeft dat zijn eerste editie gehad, 2019-20, dus de 8e editie is net achter de rug. En we zijn nu alweer in de voorbereiding van de volgende festival. Een manier om opnieuw te laten zien aan mensen te laten genieten van Amsterdam in alle weersomstandigheden en alle jaargetijden. En vooral ook voor ons Amsterdammers bedoeld. Dat heeft er ook toe geleid dat ik op een gegeven moment dacht, nou ja, wat vind ik echt leuk? Dat is nieuwe dingen opzetten. En toen er op de deur geklopt werd van Canal Company door een bedrijf wat ook in sightseeing in heel Europa doet, toen dacht ik, nou, misschien moet ik maar eens gaan luisteren naar dat kloppen. En heb ik afscheid genomen van de rondvaartbranche, van de sightseeingbranche. Dus daar ben ik niet meer in actief. En nu doe ik dit. Dat is ongeveer mijn verhaal. Ik denk dat ik ongeveer aan de 10 minuten zit. Dat heb je heel strak getimed. Dat klopt helemaal. Hey, heel erg bedankt. Applaus alsjeblieft, dames en heren. Dankjewel, Felix. Ik kan mij voorstellen dat er vragen zijn. Maar houd even vast. Spaar ze op. Schrijf ze op. Onthoud ze. We hebben namelijk nog 2 sprekers. En dan komen we zo even bij je terug. Nodig ik je weer uit op het podium. Mag je nu weer even plaatsnemen. Dankjewel. Applaus nogmaals. Nou. Nou hebben we gekeken naar de bedrijven op het water, de bedrijvigheid op het water. En dan wou ik nu eigenlijk graag naar de recreatie gaan. We hebben ze allemaal wel eens over het water zien glijden, want dat doen ze. Het zijn de roeiers. En er is hier vanavond iemand aanwezig die heel veel over roeien weet. Het is namelijk de Prezus van Nerhuis. Mag ik alsjeblieft een warm applaus voor Floor van Lieshout?
Zullen wij gezellig even op de bank gaan zitten? Eens even kijken. Zo, Floor, welkom. Dank je wel. Voor de mensen die dat hier niet kennen, Nerenhuis, wat is dat precies? Nerenhuis, dat is een roeivereniging in Amsterdam. En daar hebben we er heel veel van. En Nerenhuis is een specifieke studentenroeivereniging. Roeien wordt vaak gezien als een sport waarmee je begint op de wanneer je naar een nieuwe stad vertrekt en denkt, oh, wat zal ik eens naast mijn studie gaan doen? Dat mensen dan gaan beginnen met roeien. Dat is heel populair in eigenlijk alle grote studentensteden van Nederland. En ja, wij zijn studentenroeivereniging Nerenhuis en daarmee de grootste in Amsterdam en daarmee ook de grootste in Nederland. En hoe lang roei je zelf al? Ik ben zelf al begonnen voordat ik ging studeren. Ik kom zelf ook uit Amsterdam en daar zijn ook niet-studentenroeiverenigingen. Dus daar ben ik begonnen op mijn 14e. Ik ben inmiddels 23, dus ik roei al bijna het grootste deel van mijn leven. Heel snel rekenen, negen jaar. Oké, hey, en hoe vaak ben jij nu als preses, hè, dan ben je voorzitter, als ik het goed begrijp. Hoe vaak ben je dan op het water nog te vinden? Nou, dat is een beetje een pijnlijke vraag. Nee, ik ben nu nauwelijks meer op het water te vinden. En dat komt vooral... Ik heb heel fanatiek geroeid tegen topsportniveau aan. Dat heb ik tot 2 jaar geleden gedaan. En toen uiteindelijk ben ik naar wereldkampioenschap geweest onder 23 jaar. En dat was echt het hoogtepunt van de roeicarrière. En dat roeien is een geweldige sport, maar het is ook een heel trainingsintensieve sport. En toen heb ik 2 jaar geleden afscheid genomen van de topsport. En nu even een paar jaartjes iets minder fanatiek roeien. En ik weet zeker dat ik dan weer recreatief in de boot ga stappen. Want je zegt heel trainingsintensief. Hoeveel keer per week zat jij in die boot? Op het hoogtepunt zat ik 12 keer per week in de boot. Zo. Ik wil eigenlijk even het publiek meenemen naar een van die magische roeibootmomenten op het water. Dus ik stel me voor, je staat op, want het is zaterdagochtend, 6 uur, gok ik, zoiets. Jij staat op zaterdag was het iets later. Oké. Neem ons mee. Hoe ziet zo'n dag eruit? Nou, de weekenddagen, als ik zeg, op het hoogtepunt zat ik 12 keer per week in de boot. Dat was dan wel echt richting wedstrijden toe. Maar als je dan een zaterdag is, natuurlijk, ik studeerde daarnaast. Dus zaterdag is een goede dag om zoveel mogelijk aan het roeien te besteden. Dus zaterdagochtend sta je op, goed ontbijten, want je wilde 2 keer roeien op die dag. Zo stap ik op mijn fietsje. Ik woon zelf hier niet heel ver van Centraal Station. Op de fiets naar de roeivereniging. Als het door de week was, was het vaak nog donker. Er staan hier wat plaatjes. Dit zijn de meest idyllische momenten waarop je kan roeien. Als het 's ochtends vroeg is, lichte mist over het water. En dan vaak in je eenpersoonsbootje met een groepje. Dus vaak wel met iets van 6 dames tegelijkertijd dan op het water. En dan naar de roeivereniging, je bootje in het water leggen. En zoals het filmpje wat jullie net zagen van Felix over de grachten. Wij kiezen dan dus precies de andere kant. tegen de stroming in, richting Oudekerk varen. Meestal is een... Een reguliere training ongeveer naar Oudekerk. Heen en terug is dat vanaf, want we zitten naast de Berlagebrug, is dat zo ongeveer 12 kilometer. Is dat het favoriete plekje om naartoe te roeien, richting Oudekerk? Ja, het is voor de roeiers. Kijk, wij al die golven die al die pleziervaart maken, dat is de vijand van de roeier, als ik het zo mag zeggen, naast de wind en het ijs. Maar nee, het is altijd de rust opzoeken. En want als je dan... Even de andere kant van het verhaal. De slechte plekken om te gaan roeien. Je zegt waar het heel druk is. Hè? Heb je daar voorbeelden van waarvan je denkt, nou die plek, daar ben ik 1 keer geweest, maar daar ga ik nooit meer terug. Ja, het is wel grappig, want ik heb altijd, de meeste keren dat ik roeide, was het ook daadwerkelijk om te trainen en om beter te worden voor de wedstrijden. En dan zoek je de rustige plekken op. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg recreatieve roeiers. En welke scenery is nou mooier om in te roeien dan de grachten van Amsterdam? Maar dat is de plek als je rustig wil roeien, zijn dat absolute plekken die je wil vermijden. Dus ja, echt de hoofdgrachten. Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht, Singel. Dat is een no-go area. Prachtige plekken om langs te fietsen of
op een sloepje te zitten, maar dat is voor de roeiers is dat echt een no-go area. En voor de amateur roeiers onder ons, of de niet-roeiers, of de bootjesvaarders, hoe zit dat regeltechnisch? Wie heeft er dan voorrang als je daar roeit? Er zijn zeker regels voor en de vuistregel die daarvoor gehanteerd wordt, het is eigenlijk overal op het water, is zeil wijkt voor spier, spier wijkt, andersom. Sorry, motor wijkt voor spier, spier wijkt voor zeil. Ja, okay. Dus dat betekent alle gemotoriseerde voertuigen moeten in principe wijken voor spierboten. Dus dat zijn kano's of dat zijn roeiboten. En die moeten in principe weer wijken voor zeilboten. Nou heb je zeilboten weinig op de Amstel, dus dat scheelt. Dus wij hebben in principe voorrang als roeiers. In principe, maar? Nou, als je een beetje ziet hoe druk het tegenwoordig op de grachten en ook wel op de Amstel zijn. Er zijn genoeg mensen die regels niet kennen. Ja, en is dat ook wel eens misgegaan dat je weet? Of? Nou ja, het gaat echt wel eens af en toe mis. Kijk, het verhaal wat Maarten vertelt met het meeste, waar het meeste water is op de Amstel. Nou, daar zit precies onze roeivereniging. En dat is echt de grensovergang tussen de drukke binnenstad Amsterdam en de wat rustigere Amstel richting Oudekerk. Dus op het moment dat je op een zomerdag in je boot gaat stappen, dan is het altijd tot de Rozenoordbrug ongeveer. Dat is zo'n 1,5 kilometer is het heel goed uitkijken. En wat de meeste mensen ook niet zo goed beseffen is dat je in de roeiboot eigenlijk altijd achteruit vaart. Dus soms zit je in een roeiboot waarbij je een stuur hebt en die kan de goede kant op kijken en die kan alle gevaren in de gaten houden. Maar op het moment dat je in een boot zit die geen stuur heeft, dan is het altijd opletten. Dus op een zomerdag, als het zo boven de 25 graden is, dan is het de eerste 1,5 kilometer echt opletten. En ja, het gaat zeker af en toe wel eens mis. Het is ook... Eigenlijk even bij deze een verzoek. Ik weet niet hoeveel bootjesvaarders, Amsterdamse bootjesvaarders hier in het publiek zitten. Handen omhoog. Ja? Oké. Okay. Alsjeblieft een beetje uitkijken voor de roeiboten. Ik wil jou heel erg bedanken. Floor, ik ga je straks weer uitnodigen om bij ons te komen zitten met de andere sprekers. Maar ik heb nog één iemand die ik je heel graag eventjes wil uitnodigen. Dus alsjeblieft nog een applaus, alsjeblieft, voor Floor. Ja, laat me. Zo. We hebben namelijk nog een hele interessante volgende spreker. We gaan namelijk van het roeien naar de robotboten. En robotfloten. En er is hier iemand die ons daar van alles over kan vertellen. Hij is namelijk de projectcoördinator van robootproject. Van het robootproject. Robot. Inse Dynama. Ja, dat klopt. Inse Dynama, bootfanaat, zag ik in de aanmelding staan en dat klopt inderdaad. Dus ik ben ook heel erg blij dat ik aan het robotproject mag werken. Ik doe dat vanuit het EMS Institute, dat zit hier achter op het marineterrein. En Roboat is een 5-jarig R&D-project wat wij samen met MIT in de Verenigde Staten oppakken. We zitten inmiddels in het 4e jaar. Dus we hebben nog een dik jaar te gaan en ik ga jullie meenemen in de resultaten die we tot nu toe behaald hebben. De doelstelling van Roboat is het ontwikkelen van een volledig autonoom bootje, specifiek voor de grachten van Amsterdam. En autonomie betekent dus dat er geen schipper aan boord zit, dus die boot die moet zelf kunnen varen. En het is een vrij uniek project. Er zijn wel meer projecten in de wereld rondom autonoom varen. Maar de meeste die richten zich op offshore shipping en binnenvaart. En Roboat focust echt op autonoom varen in de stedelijke context. Dus wij willen met Roboat problemen rondom mobiliteit die Amsterdam heeft. Het wordt steeds drukker in de stad, er komen steeds meer mensen. Willen wij kijken of we dat met Roboat enigszins kunnen oplossen. Ik zie dat de slides automatisch doorschieten, Thomas. Misschien kun je dat stopzetten. Ik kan beter de knikker. Ja, en om te komen tot ons eindproduct, om het zo te noemen. Thomas, je gaat veel te snel. Ja. Nou, je hebt in elk geval al net het kleine schaalmodel gezien. Dat is onze kwartschaal. Die is 50 centimeter bij 1 meter. En het is een... nu pakt hij hem weer. Ja, klik een beetje verder. Ja. Ja, dit is wel even een slide die ik wil laten zien. Sorry.
Ja, dus wij willen kijken of we met ons project verkeer van de weg kunnen halen en dat naar het water kunnen verplaatsen. En daar hebben we verschillende concepten voor. Personenvervoer zie je in de hoeken. We kijken ook naar afvaltransport en tijdelijke infrastructuur. Leuk, Microsoft en Apple. Ja. Volgende slide graag. Dankjewel. Hier zie je ons eerste prototype. En het is een bijzonder bootje. Hij heeft 4 motoren rondom. En dat is nodig omdat die boot alle kanten op moet kunnen bewegen. En hij moet ook lateraal kunnen bewegen, dus naar de zijkant toe. Want we willen dat die boten aan elkaar vast kunnen klikken, zodat je een schaalbaar platform creëert. En daar zie je ook die bijzondere kegels hier aan de zijkant voor zitten. Doe maar de volgende slide, Thomas. Of kan ik hem weer doen nu? Nee, oké. Nou, op dit filmpje zie je hoe dat werkt. Dus je, het mannetje en het vrouwtje moeten bij elkaar in de buurt komen. Dan klikken ze vast. Dan is er een mechanische verbinding. En zo kun je een platform creëren. En zo kan de boot ook zichzelf koppelen aan de kade. En dit is vrij uniek, want dit is echt een voorwaarde als je volledige autonomie wilt verwezenlijken. Want je wilt niet iemand hebben die nog met een touwtje die boot vast moet leggen. Volgende slide graag. In dit filmpje zie je iets anders wat vrij uniek is van het project. Dat noemen wij multi-vessel coordination. Dus zodra die boten aan elkaar vastgeklikt zitten, kunnen ze ook georchestreerd door het water bewegen. Dus hier zie je het voorste bootje, dat is de leider. En de andere twee bootjes zijn volgers. En die leider heeft dus niet alleen de beschikking over zijn eigen 4 motoren, maar ook over de motoren van de andere bootjes. En zo kun je dus complexe manoeuvres alsnog uitvoeren. Dan denk je misschien, ja, wat moet je daarmee in een stad als Amsterdam? Volgende slide. Je zou je een toekomst voor kunnen stellen dat er honderden van die robots door de grachten bewegen. En dat zij zelfstandig nieuwe structuren kunnen vormen. Dan kun je bijvoorbeeld een platform maken voor een markt. Of misschien een podium als er een optreden is. Of een brug om een stuk waterweg te overbruggen. Volgende slide graag. Nog een ander technisch aspect dat ik aan jullie wil laten zien. Het is natuurlijk belangrijk voor zo'n boot dat hij precies weet hoe zijn omgeving eruit ziet. Hij moet weten waar die is. Hij moet ook weten wat voor objecten er in de omgeving zijn, zodat hij ook nergens tegen aanvaart. En de belangrijkste sensor die we daarvoor gebruiken, zie je hier bovenop zitten. Dit is een LiDAR. En een LiDAR is in feite niks anders dan een laserlampje dat ronddraait. En dat apparaat meet hoe lang het duurt voordat een lichtsignaal van een object weer terugkaatst. En dat het weer terugkomt in die sensor. En op die manier kun je een puntenwolk creëren van je omgeving. En dat gebruiken wij dan weer voor objectherkenning en voor plaatsbepaling. Dat zie je ook in het filmpje. Dus dit filmpje hebben wij ook gemaakt met een van de robots, met een LiDAR erop. Je ziet die puntenwolk die gecreëerd wordt van de stad. En die boot, terwijl die dat doet, slaat hij dat op. Dat noemen we de offline kaart. En de volgende keer dat hij op dezelfde plek vaart, kan die de data die hij op dat moment binnenhaalt vergelijken met die offline kaart. En zo kan die bepalen waar die is. Dat is belangrijk, want in een tunnel van een brug heb je geen GPS. Tegelijkertijd kun je met die LiDAR objectherkenning doen. Dus je ziet dat die software in staat is om een boot te onderscheiden van een boom. De infrastructuur die wordt zichtbaar. En zo heb je in feite een schat aan data die voor de stad op verschillende manieren ingezet kan worden. Ik noem maar wat takken van bomen die afgewaaid zijn, zie je natuurlijk ook op dit soort beelden. Die techniek die is heel interessant. Wij doen ons best om dat verder te ontwikkelen. Maar de toepassing voor de stad is ook belangrijk. Nou, de eerste toepassing waar je misschien aan denkt is personenvervoer. Dus stel je stapt uit de trein op Centraal en je moet naar Pakhuis de Zwijger. Dan pak je je telefoon en je opent de robot-app. Dat ding stopt voor je neus, je stapt in en hij zet je netjes af. Dit kun je ook op een... Thomas, volgende slide gaan. Dit zou je ook op een meer permanentere manier kunnen doen. Dat je bijvoorbeeld een verbinding maakt tussen twee plekken. Hier zie je Nemo. Ze hebben aan de overkant van het water hebben ze een dependance. Bezoekers moeten nu een heel eind omlopen om daar te komen. Zou het niet tof zijn als je 12 robots hebt die continu rondcirkelen. En dat je als bezoeker op kan stappen en aan de andere kant weer eraf kan. Komt er nou een schip aan, want dit is een doorgaande scheepvaartroute. Dan opent die cirkel zich en dan hinder je dus ook niet het verkeer. Volgende slide graag. Misschien nog wel veel interessanter is het ophalen van afval in het centrumgebied.
Zoals jullie misschien weten heb je in Amsterdam in de meeste stadsdelen ondergrondse containers. Dat is een systeem wat in principe goed werkt. Het probleem is dat we in het centrum simpelweg niet voldoende ruimte hebben om die containers te plaatsen. Dus wat gebeurt er? Mensen moeten hun vuilniszak langs de kant van de straat zetten. En dat wordt dan, ik geloof, 2 keer per week opgehaald met vrij zware dieselgedreven vrachtwagens. En wij denken na van, kunnen we dat niet via het water doen? Mensen kunnen het afval gewoon in een bak gooien naast het water. Of je integreert die bak in de kade. En op de raarste tijdstippen, vroeg in de ochtend of laat in de avond, kun je dat met een autonoom varend bootje oppikken en direct naar de AIB transporteren. Hetzelfde geldt min of meer voor bouwmateriaal. Je ziet heel veel bouwplaatsen die direct gelegen zijn aan het water. En dit is ook wederom hoog volume, hoog gewicht. En dat leent zich heel goed voor transport over het water. Felix is sceptisch, maar wij willen in elk geval met ons project kijken of onze technologie een enabler kan zijn om dat mogelijk te maken. Bijkomend probleem wat Amsterdam heeft, gaat over de kademuren. Ik weet niet of mensen zich daarvan bewust zijn, maar het wordt steeds inzichtelijker dat die kademuren, die soms wel 100, 200, 300 jaar oud zijn, niet geschikt zijn voor het zware transport wat er nu overheen rijdt. Je ziet het zijn houten palen, met een houten plank erop waar het metselwerk op zit. En op veel plekken in de stad is het twijfelachtig of die structuur nog goed is. Nog een argument om juist dat zware transport van de weg naar het water te halen. Dit is een foto van ons op het marineterrein, hier vlak achter dus, met een ander prototype. Dat is weer net een slag groter. Maar het is nog steeds een kleine boot waar je niet echt vuilnis mee op kunt gaan halen. Dus een belangrijke stap in ons project nu is om een full-scale boot te gaan bouwen. Daar zijn we ook hard mee bezig nu. Volgende slide. Hier zie je de full-scale in aanbouw. Deze foto is letterlijk 2 weken geleden genomen. Ik ben best wel trots om dit te laten zien. We hopen dat we in de komende maanden de elektronica in kunnen gaan bouwen. En dat we in de zomer van 2020 hiermee kunnen gaan testen, ook op publiek water in Amsterdam. Daar moeten we nog wel wat ontheffingen voor regelen, want autonoom varen is niet toegestaan op dit moment. We willen een demo houden, ongeveer in juni, dus hou ons een beetje in de gaten als je dat interessant vindt. Dat is ook voor het publiek bedoeld. En we willen in oktober een balletvoorstelling op het water geven met de kleinere bootjes. In combinatie met een lichtshow ook. Dus Felix moet er misschien ook nog even over praten. Dank jullie wel. Ja. Zo, nou dan mag je die erbij houden. Dan pak ik eventjes deze. Neem lekker plaats. Ik wil namelijk ook onze vorige twee sprekers weer even op het podium vragen. Felix en Floor. En dan mogen jullie allemaal op de bank gaan zitten. Ik denk dat met z'n drieën, ja, dat wordt proppen. Ik blijf gewoon hier staan. Ik wil heel eventjes terug met jullie, de vaarders op het water, naar waar ik het net met Maarten ook nog even kort over heb gehad. Waar is Maarten? Hallo Maarten. Hij had het namelijk over die zonering. En ik ben nou heel benieuwd, Felix, laten we bij jou beginnen. Vanuit jouw branche, hè, vanuit de branche waar je vandaan komt, hoe kijk jij naar die zonering? Want dat zou een belemmering kunnen zijn. Ja, ik denk dat je daar in principe zonering kan ik me van alles bij voorstellen. Maar wel met een paar maren. Heel concreet had Maarten het over de brug Keizersgracht Utrechtse Straat. Nou, dat is inderdaad een bottleneck voor alle gebruikers van het water. Dus zowel de professionele gebruikers als de pleziervaart als de vracht. Vaarders, waar je met de verandering van 1 brug in 1 keer het vaararsenaal van Amsterdam, van de Amsterdamse binnenstad, met 1/3 verhoogt. Ik zou daar dus enorm voor pleiten om dat te doen. Dat snap ik. Jij hebt het over de binnenvaart, die benadruk je expliciet. Waarom doe je dat? Nee, ik had het over de binnenstad. De binnenstad, sorry. En als je het dus hebt over de ecologische kant, dan denk ik niet, ik ben geen ecoloog, dat geef ik meteen toe, dat er wordt gevaren op de Keizersgracht.
Er wordt alleen gevaren en vervolgens wordt er afgeslagen op de reguliersgracht. Dat betekent dus een hele lastige draai die massaal gemaakt wordt, die massaal daar knelpunt oplevert, daar knelpunt oplevert, op de Prinsengracht knelpunt oplevert, want daar wordt weer teruggedraaid, op de Herengracht knelpunt oplevert, want daar wordt weer teruggedraaid, terwijl als je gewoon rechtuit zou kunnen gaan naar de Amstel, dan heb je gewoon het vaargebied vereenvoudigd. Dus ik ben op, maar dan hebben we het over een heel specifiek punt. Eén specifiek punt, niet per se alle specifieke punten. Nee. Alleen dat ene specifieke punt. En als je het hebt over de grotere Amsterdamse kaart, mm-hmm. dan heb je allerlei plekken waar je uitstekend kunt zoneren. En dat is ook prima. Ja, tuurlijk. Maar dat ene punt niet. Maar juist de punten die voor een ander gebruik van groot belang zijn, daar moet je kijken welk belang je zwaarder vindt wegen. Welk belang je waarder weegt. Dus of betere doorstroom, of toch wel die bescherming van het water. Dan wil ik eventjes naar jou, Ince. Jij had het namelijk net, en ik werd er. Je zei, zie je het voor je prachtig, honderden van die elektrische boten op het water. En ik denk aan dat filmpje wat ik net bij Felix heb gezien. En ik denk, oké, waar wil je die gaan laten? Hoe zie je dat precies voor je? Nou ja, dat is natuurlijk wellicht een vergelijkbare situatie als je 100 mensen in een auto voor een stoplicht zet. En het licht schiet op groen. En de eerste zet net zijn auto in de eerste versnelling. En de tweede die zat nog op zijn telefoon te kijken. Want die kon de hele tijd op de snelweg niet appen. En vijf auto's rijden er door het groene licht. Als je dat automatiseert, die software, die kan dat natuurlijk veel beter inschatten. En voor de vaarbewegingen aan zich zie ik vanuit een technisch perspectief daar niet een probleem voor. Ik zou juist verwachten dat de capaciteit vele malen toe zou nemen. Maar... want ik heb hier al eens met Maarten een discussie over gehad. En dat vond ik een heel sterk punt. Je kunt je natuurlijk wel afvragen vanuit een stedenbouwkundig of vanuit een vanuit de menselijke maat. Of je dat moet willen. Dat er zoveel vaarbewegingen op de wateren op het water zitten. Plaatsvinden. Die we ook koesteren vanwege mm-hmm. de rust en ruimte die bieden. Ja, want Maarten, ik hoor jou hier aan de rechterkant zeggen. Ja, dat vind ik ook. Daar sluit je helemaal. Nou ja, het punt is dat als je automatiseert, dan zal je, ja, er zijn van die mooie filmpjes van MIT, waarbij je automatische boten op een kruising zonder stoplichten elkaar gewoon ziet kruisen, automatische auto's ook. Theoretisch kan je dus veel meer bewegingen kwijt op hetzelfde weg, op hetzelfde water, maar dat is juist ongunstig. Het is juist een dezonering als je capaciteit verhoogt. Als je meer kwijt kan, ja, dan gaat er dus ook meer gebruik gemaakt worden. En dat heeft een effect op de, ik zeg, leefbaarheid voor niet plant en dier. Want ecologie klinkt zo alsof je een groene hobby hebt. Maar het is de leefbaarheid voor plant en dier en mens. Nogmaals, helemaal niks mis met een groene hobby. Wat ik mij wel afvraag is, als jij het hebt over de efficiëntie. Dat zou wel alleen maar efficiënt zijn als er ook echt alleen maar geautomatiseerde boten op het water zouden zitten. En dus niet meer de recreatiebootjes. Of dat zou de meest ideale situatie natuurlijk zijn, maar dat is niet hoe de waarheid of hoe de realiteit eruit gaat zien. Wat natuurlijk wel een interessant element is, ik noemde het net even kort geloof ik, als je het hebt over dat afval ophalen, je hebt geen schipper meer nodig aan boord. Overigens het beroep schipper, het is vrij moeilijk om een goede schipper te vinden tegenwoordig. Laat staan eentje die midden in de nacht wil varen of 's ochtends vroeg om 4 uur. Die autonomie die zorgt ervoor dat je ten alle tijden kunt varen. Dus je kunt dat in vreemde tijdsloten plaats laten vinden, waardoor de overlast minimaal is. En ik begrijp wel Maarten zijn argumenten, maar je moet ook realistisch zijn en kijken naar de groei van een stad als Amsterdam. Er zit een plafond aan vervoersbewegingen die je via de weg kunt laten plaatsvinden. En op een gegeven moment moet je naar alternatieven gaan kijken. Ja, dus dan komen we weer bij die afweging. Of moeten de stad anders gaan indelen. Ja. Hey Floor, dan wil ik nog heel even naar jou voordat ik naar het publiek ga, want er zullen vast een aantal vragen zijn. Die zonering, ik kan me voorstellen, ja, misschien als roeier, ben je daar toch, zou je dat toch wel lekker vinden? Ja, nee, absoluut. Het is wat altijd door mijn hoofd spookt. Kijk, ik woon ook in Amsterdam en je ziet de stad groeien en je ziet veel toeristen, veel mensen die gebruik maken van het water, die niet precies weten hoe ze ermee om moeten gaan of die de regels niet kennen. Dus in dat opzicht zou, als alle toeristen in een geautomatiseerd bootje zouden gaan varen, helemaal goed. Maar op het moment dat er extra bootjes bij komen en alle toeristen en alle pleziervaart nog steeds
in hun leuke sloepjes over de Amstel gaan varen. Ja, daar, qua roeiperspectief zou ik daar natuurlijk absoluut tegen zijn. Want het roeien is het allermooiste als je dat kan doen in een rustige omgeving. En waarbij je kan focussen op jezelf en op de sport die je aan het beoefenen bent. Oké, mooi. Mooi gesproken. Ik vraag mij af, zijn er vragen in het publiek voor de mensen hier op het podium? Ik zit een beetje te denken aan die sonering. Zou je ook gewoon kunnen zeggen, we geven gewoon een aantal grachten gewoon op. Dan laten we gewoon alles gebeuren. En dan dus gaan we andere grachten gaan we gewoon inderdaad helemaal vrijgeven, afsluiten en zorgen dat dat wel. Dus u bent eigenlijk, dat is wat die sonering, hè, waar Maarten het net over had, daar bent u eigenlijk voor? Ja, maar dan zover dat je inderdaad zegt, we geven het ook gewoon op. Je draait het als het ware om. Je zegt, we zijn een stuk water waarvan je zegt, nou we geven het op. Dat wordt niet. Een offer eigenlijk. Met z'n allen een offer brengen. Dat is ook een hele goede suggestie. Even kijken, met z'n allen een offer brengen. Maarten, dan moet ik toch eigenlijk bij jou zijn. Een offer? Nou ja, je kan door natuurlijke knelpunten een soort natuurlijke zonering hebben. En je kan door regulering ook een zonering verkrijgen. Hè? Dus een offer kan? Ja. Oké. Okay. Het is een optie, iets om over na te denken. Is er nog een vraag in het publiek? Zoals autonome auto's eigenlijk een bedreiging vormen voor taxis, hoe worden er vanuit de rondvaart eigenlijk gekeken naar autonome boten? Oeh. Even kijken, je hebt een microfoon, hè? Ja. Ik heb een microfoon. Ik denk dat de rondvaart in de afgelopen 10 jaar kolossaal veranderd is qua bedrijfstak. Omdat de omstandigheden volledig veranderd zijn. Namelijk van een beperkte vloot naar, als je zo je wilt, opgegeven, alles mag erbij komen. Dat is een heel interessante hoe dat juridisch gegaan is. Ik denk dat dat dus van bedrijf tot bedrijf verschilt. Sommige bedrijven zien iedere verandering als een kolossale bedreiging. Andere bedrijven bewegen mee in die verandering en zien dan de mogelijkheden die er dan ontstaan. En natuurlijk zijn autonome bootjes een hele andere manier van de stad bekijken. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die mensen heel fijn vinden is met iemand praten die ze uitleg geeft over de stad en die ze informeert over wat er allemaal voor moois te zien is. Nou ja, dat zoiets zou je bijvoorbeeld weer veel meer ruimte voor krijgen. Oké, dus als je niet hoeft te letten op het sturen, dan kan je meer aandacht geven aan het vertellen over de omgeving. Dat is eigenlijk wat je zegt. Bijvoorbeeld. Nou, mogelijkheden. Is er nog een vraag in het publiek? Een laatste vraag. Ja. Ja, ik denk eigenlijk dat we de drukte wel eens een beetje overdreven. Als je gewoon kijkt in zonering in de tijd, zeg maar, dan is het grootste deel van de tijd op de grachten en overal heel stil. En er zijn alleen een paar drukke momenten. En volgens mij is het, als we dat vooral zo laten, dat die drukke momenten, dat reguleert het zichzelf wel, dan is er helemaal nog niet zoveel aan de hand. En dan kan er nog een heleboel. Ik ben zelf roeier. Ik roei ook door de grachten met de roeivereniging. En wij kiezen dan bewust de Keizersgracht en bewust een beetje een rustig tijdstip. En dan is er niets aan de hand, dan kunnen we daar prima roeien. Dus zolang we tijdszonering, zou ik dat zo noemen, toepassen, dan zou het ook moeten kunnen. Dan weet ik, dat zou voor jouw boten, want die zouden vooral s'nachts, die geautomatiseerde boten, die zouden vooral s'nachts juist ruimte hebben om te varen. Of zouden die dan ook overdag kunnen varen? Ja, dat hangt helemaal af van de toepassing natuurlijk. Ja. Als ik dat vuilnis als voorbeeld neem, dat zou je eventueel midden in de nacht of vroeg in de ochtend kunnen doen. Okay. Maar als je het hebt over toeristen autonoom rondvaren. Als je dat midden in de nacht zou gaan doen, met alle respect, dan ik woon in de binnenstad, ik hoor om 6:30 ochtends rolkoffertjes. En dan denk ik, hey, dit zijn geen rolkoffertjes, dit zijn de kramen van de markt die op wordt gebouwd. Om 6:30 ochtends hoor ik die. Als dat om 9:00 zou gebeuren, zou ik er helemaal niet horen. En als ik vuilnis ophaal om 4:00 's nachts ga doen, dan hoor ik dat. En
ik leef in een stad, dus je hoort me niet mopperen. Maar ik denk dat je een hele hoop van mijn buren wel gaat horen. Geluidsoverlast is een van de grootste belemmeringen waarschijnlijk. Je kunt niet zomaar een glasbak omkiepen in een boot. Ook al is hij elektrisch en autonoom. Dat is, maar je kunt dat. Nou, er zijn misschien wel oplossingen voor dat je dat. Ik denk overigens dat een uitstekend idee is. Hè? Even voor de goede orde. Maar niet om 4 uur 's nachts. En Maarten, nog even. Tijdzonering, heel kort. Zou het een optie kunnen zijn in plaats van die routezonering? Nee, ik denk dat alle innovaties die gebruik van het water intensiveren, in principe de druk op het water intensiveren. En of je dat nou in de tijd dichtsmeert of in de ruimte, ik zie dat al gebeuren in het huidige tijd. En tot 2025 zal de druk meer intensief in de stad toenemen. En tenzij je als mensen in de stad daar een andere keuze over maakt. En Waterrepubliek, het is iets waar de mensen mogelijk invloed op hebben. Dus ik denk dat dit een heel belangrijk onderwerp is voor een Waterrepubliek. Dus tijdzonering is eigenlijk niet zo'n goed alternatief voor routezonering? Dat is ook intensivering. Oké, nou dan wil ik graag een heel warm applaus voor de 3 sprekers hier op het podium. Dan mogen jullie terug naar jullie plek. Dat brengt ons namelijk bij het derde en laatste onderdeel van deze avond. En nu mag ik iemand aankondigen, en dat vind ik zo ontzettend leuk om te doen. Die gaat ons namelijk op bomenexpeditie meenemen, langs de grachten van Amsterdam. En dat is niet zomaar iemand, maar dat is dé bomenconsulent van Amsterdam. Mag ik een warm applaus voor Hans Collier. Dank jullie wel. Nou, van blauw naar groen. En van hobby naar professional. Ik ga het met jullie hebben over die belangrijke elementen langs de grachten, namelijk de bomen. We zijn gezegend met ontzettend veel bomen in deze stad. Wij maken wel eens een mooie vergelijking, dat is altijd leuk, van die lijstjes. Met in dit geval Parijs, niet de eerste beste stad. En dan zien we dat enorm scoren in deze stad. Wij hebben zo'n beetje 300.000 bomen. Binnen de periferiek van Parijs, om het een beetje op de schaal te houden, daar staan zo'n 100.000 bomen. Dus wij hebben echt ontzettend veel bomen. Wij zijn waarschijnlijk begonnen met lindes langs de grachten te planten. En als we een plaatje verder kijken, dan zie je hoe we dat hebben gedaan. En er is iets unieks gebeurd in die tijd. Niet alleen dat het transport via dat water ging, maar dat we ook bomen zijn gaan planten langs de grachten. Dat was uniek in de wereld. Waarschijnlijk nog niet eerder vertoond in die periode dat in de openbare ruimte boompjes geplant werden op 7,36 meter. Dat deden we heel nauwkeurig, dat deden we heel precies. Zo maakten we die hele stad, maar ook die boompjes planten we zo. Daarvoor stonden ze in kloostertuinen, in binnentuinen, fruittuinen, kloostertuinen, zei ik al. Kortom, ze stonden zeg maar in particuliere tuinen, maar in de openbare ruimte bomen planten. Was uniek in de wereld. Delft deed dat. Allerlei oude steden deden dat. En zo zie je zeg maar dat we 400 jaar later dat we nog steeds bomen planten langs de grachten. Die bomen kunnen echt oud worden. Die lindes die kunnen makkelijk 500, 1000 jaar oud worden. De oudste linde van Nederland staat in Sambeek. Die noemen ze 1000-jarige linde. We schatten dat die zo'n 600 jaar oud is, maar een beetje overdrijven kan. Maar die bomen kunnen ontzettend oud worden. En als we in het buitenland kijken, dan hebben we echt over 1500, 2000 jaar oud, hier vlak over de grens. Wij moeten het in Amsterdam hebben van bomen van 50 jaar, 70 jaar, 100 jaar. En langs de grachten halen ze dat zelden. Die worden zelden zo oud als zeg maar op die plekken zoals in Zuid-Engeland of in Duitsland. Dat heeft dan alle reden te maken met toch wel de moeilijke omstandigheden waarop bomen geplant worden. Ik kom er zo nog even op terug. En hier zie je zo'n plaatje van de schilder Berkheide. En lange tijd is gedacht dat we nooit begonnen zijn met bomen te planten langs de grachten. Omdat op de schilderij van Berkheide ook nooit bomen stonden. Maar Berkheide die dacht van, ja, het gaat me natuurlijk om die panden en niet om die stokjes die ik daar neerzet. Dus in de voorstudies zie je dat Berkheide keurig boompjes plantte. Hè, er stonden echt van die stokjes met een boompaal. Maar er was natuurlijk geen gezicht op die prachtige schilderijen. Maar ze stonden er wel. Zo zijn we wel ooit begonnen,
om die bomen te planten langs de grachten. En die hadden echt een nut. Die hadden tot nut om onder andere die kadermuren te versterken, om die grachten te verfraaien en iets later in tijd ook voor sieraad en plaisantie. Oftewel, omdat ze daar zo mooi stonden en omdat er zo'n sieraad was langs de grachten. We zijn die bomen gaan planten, eerst lindes en later bleek toch de linde niet echt de topboom te zijn die we echt langs die grachten wilden hebben. Het waren vooral iepen later en dat bleek eigenlijk een enorm taaie boom. Als ik het plaatje daarvoor nog even mag zien, met jullie welnemen, dan zien we daar nog steeds. En dan spreken we in 1910, 1920, 1940 zo'n beetje, dan zien we nog steeds die boom op 7,36 meter langs de grachten staan. Maar dan zie je vanaf 1950, 60 en 70 dat het beeld langs de grachten dramatisch verandert. Namelijk, we gaan de grachten ook inrichten als parkeerplaats. En dan zie je dat die 7,36 meter opschuift naar 15 meter. Want er passen namelijk twee auto's tussen. Of drie auto's als je diagonaal parkeert. Kortom, we zijn die gracht meer gaan inrichten, of de stad meer gaan inrichten, zeg maar, voor de auto. Inmiddels zijn we natuurlijk weer een paar jaar verder. En gaan die auto's van de grachten af, zijn nu 10.000 parkeerplaatsen opgeheven. En zo gaat het de komende jaren nog door. Kortom, die stad verandert, maar nog steeds staan er bomen langs de grachten. En je ziet, toen de tijd stond gewoon een bos bijna langs de grachten. Nou, kom er maar eens om. Volgende plaatje. Nou ja, nog steeds planten wij dus na 400-500 jaar bomen langs de grachten op 15 meter. We zijn begonnen, zoals ik net zei, met lindes. Het zijn nu iepen. En u zult denken, waarom nou iepen? Nou, het zijn echt de allertaaiste bomen die we kennen. Ze hebben een enorm taai wortelgestel. Als je wel eens kuilen gegraven hebt, en in mijn carrière moest ik dat nogal doen hier in die stad, om te kijken, wat is hier aan de hand eigenlijk met deze bomen? En dan moet je een kuil graven. En dan kom je eerst een klinker tegen, en dan zand. En dan kom je een kinderhoofdje tegen, en dan kom je weer zand, en dan zand. En dan kom je weer, kortom, die hele bodem die ziet er totaal anders uit dan je verwacht. En die wortels die zoeken zeg maar hun weg zeg maar achter de grachten, soms onder de huizen door naar de binnentuinen. Oftewel, tot 19, pak een beetje 40, 50, konden ze nog groeien vanaf de kadermuur, onder de straat door, onder de huizen door, ideale omstandigheden. Maar dat kan allemaal niet meer. Een heleboel zit vol kabels en leidingen en ze moeten het nu nog hebben van zo'n heel smal strookje achter die kadermuur van ongeveer 2, 2,5 meter breed. Daar moeten ze mee doen. Kunnen dan ook niet zo oud en zo groot meer worden als we ooit bedacht hadden. Dus ze kunnen niet meer naar die binnentuinen. Dus die leeftijd van pak een beet nu, de gemiddelde leeftijd van een grachtenboom of een straatboom, is zo'n beetje 35, 40 jaar. Daar moeten we mee doen en dan gaan we of die boom vervangen omdat die oud is, omdat hij gewoon niet verder groeit, of omdat hij door een storm omvalt. Hè. Kortom, of door een ziekte zeg maar bedreigd wordt. Er zijn allerlei redenen waarom die bomen het niet zo lang houden in de stad. Maar die iep is zeg maar een taaie rakker en die heeft zeg maar een mooie transparante kroon. En daar gaat mooi zo'n zonnetje doorheen. Zet er maar eens een plataan neer. Nou, het wordt meteen zwart nacht. Nou, dan krijgen wij weer klachten, zeg maar. Hè. Hij groeit echt als een populier. Dus hij groeit snel. Kan ook een beetje tegen brak water. Hè. Dus een beetje zoutig water. En zoals ik net schetste, als je dus graaft en je komt een wortel tegen, ja, dan is het net elastiek. Je krijgt die wortel gewoon ten opzichte van veel andere bomen, krijg je gewoon niet kapot. Dus het is eigenlijk een boom die ontzettend taai is, die je gewoon kan treiteren en kan pesten. En toch eigenlijk die stad heel erg verfraait. En ik krijg natuurlijk iedere keer de vraag, en ik ben vorige week nog ontvriend door deze opmerking op Twitter, omdat iemand zei van, ja, jij altijd met je IP. Nou, en dan leg ik dat uit en dan zegt die persoon, ja, en waarom dan geen fruitbomen? Want die doen het toch ook goed? Nou, een fruitboom houdt het misschien ongeveer een jaar uit of twee jaar. En dan wordt die door graafwerkzaamheden, ophoging en al dat soort kwesties, houdt het gewoon echt niet uit. Dus je moet echt taaie, stoere bomen hebben die het in de stad een beetje uithouden. Ja, en dan blijft eigenlijk deze in de top 5 over. Eerst een iep, dan een lindy. Dan een vleugelnoot, een acacia doet het nog een beetje. Kortom, je hebt een lijstje die het goed doen. En dan hebben wij in 1947 hebben wij lindes geplant langs de grachten. Met het idee van, nou, misschien moet toch de iep weer een beetje minder. Hè. Dus we zijn met lindes begonnen, toen iep. En toen dacht iemand van, nou, toch maar weer lindes. Wat was de aanleiding? Want dat is eigenlijk wel interessant. Namelijk dat wij in 1935, 1940 hadden wij ontzettend veel ringelrupsie. Een rups die zeg maar massaal hier de stad binnenkwam en eigenlijk alle bomen en vooral ook iepen ontbladerden. Die stonden gewoon kaal.
Dat was nog niet zo erg, want die IEP die reageert dan wel om eruit te lopen. Maar op een gegeven moment dan treedt er schaarste op en dan gaat die ringelrups die gaat omlaag en die is op zoek naar nieuwe voedselbronnen. Ja, en er was op een gegeven moment natuurlijk dan al die rupsen, dat zijn er dan miljoenen in zo'n stad, die lopen over straat. Nou, u zult begrijpen, dat wordt best een vieze bende. Dus hoofdplantsoenendienst in die tijd, die zei van, ja, dat gedoe met die rupsen en die ringelrupsen, het is een drama. Wij gaan die IEP vervangen door lindes. Nou, de lindes langs de Lindegracht zijn om die reden daar geplant. Overigens, als je in de literatuur kijkt, dan was er heel veel commotie. Hè? Allemaal bewoners die bezwaar maakten tegen de kap van die prachtige grote bomen van bijna 100 jaar oud. Uiteindelijk zijn er linden geplant en dan zie je dat een linde een goede lade straatboom is. Maar dat die nu na pak een beet, nou 70 jaar, als je goed naar die bomen kijkt en dan moet je een beetje over hebben, dat ze het helemaal niet zo goed doen eigenlijk. En dat ze eigenlijk op een retour zijn, terwijl je mag verwachten van een linde, ik zei het al eerder, 1000 jaar oud. Nou, ik denk dat het met 80 jaar, 100 jaar, dat heel veel lindes uit zullen vallen. En dat we dan voor de keuze staan, ja, wat zullen we doen? Lindes of IEP? Ja. Nou, en dan zie je, ja, en ik hoop dat u dit al vaak gezien heeft. Wie heeft dit wel eens gezien? 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk namelijk dat iedereen dit ziet. Want op dit moment staan de IEP in bloei, langs de grachten. Over een week of 2, 3, dan worden het langs de grachten helemaal roze. Ja, u heeft dat kennelijk nog nooit gezien. Dat is een enorme tegenvaller van mij hier deze avond. Ik denk, je hebt allemaal mensen die van groen en water en... Maar goed, vanaf vanavond ziet u dat wel. U moet langs de grachten, als u daar fietst, dan ziet u zeg maar schitterend dat die IEP langzaam verkleuren van een beetje rozig. En dan uiteindelijk dan wordt het groenig. Oftewel de bloeiwijzers, want hij bloeit nu, waar u nu naar kijkt zijn de bloeiwijzers, die gaan over tot zaadjes, dat wordt groen. En dan krijg je menigeen die vraag van, ja de blaadjes komen aan de iepjes. Nee, de zaadjes komen aan de iepjes en daarna komen de blaadjes. Dus dat komt hierna, hè? Dus biologie van de lagere school eventjes. Goed, volgende. Ja, en dat is wel intrigerend. Ik zei het al, mijn carrière is begonnen met kuilengraven en ik dacht dat ik voor de bomen kwam in deze stad. Maar het meest fascinerende is ook ondergronds overigens. Hè. Wat vind je daar? En ja, Maarten weet het nog veel beter dan ik in ieder geval, hoe die ondergrond in elkaar zit. Maar fascinerend is in ieder geval dat die bodemlagen en die nieuwbouwwijken, dat is dan dat rooie wat je hier ziet. Hè. Dat is opgehoogd met zand uit het Gooi en langs het Noordzeekanaal. Kortom, op allerlei plekken halen we zand om die nieuwbouwwijken op te hogen, zodat je een beetje droge voeten hield. Maar dan zie je het Vondelpark, daar zie je dat daar nog een paars strookje onder zit. Hè. Oftewel, onder Amsterdam is bijna helemaal veen. Een veenpakket van 3, 4, 5 meter soms. En dat veen, zoals u weet, dat zakt. En ik moet nog heel vaak uitleggen, als ik een excursie geef, dat als je naar buiten toe loopt en je staat buiten, dat je dan zakt, op dat moment. Dus alles zakt, behalve wat onderheid is, elke dag. En dat het Vondelpark, dat er jaren zijn, dat het een halve centimeter tot een centimeter zakt. Het Vondelpark ligt waarschijnlijk ongeveer een meter lager dan de oorspronkelijke aanleg. Oftewel dat zakken, dat heeft best wel negatieve effecten, heb ik nog niet met jullie over gehad, op zeg maar de stabiliteit van die bomen. Wij raken ook best wel wat bomen kwijt, zeg maar, die spontaan omvallen. In het Vondelpark staat geen enkele boom meer van de oorspronkelijke aanleg. 160 jaar oud. Dan begint de boom een beetje op stoom te komen. Hè. Die is dan net in de puberteit, moet u even bedenken. En dan haalt die boom het niet. Kortom, de oudste boom in het Vondelpark is 120 jaar oud. En zo gaat dat door de hele stad heen eigenlijk. Het is bijna een onmogelijke plek voor een boom om in de stad te groeien. En toch willen we nog meer bomen erbij. Hè. Het bestuur zegt, kan jij meer bomen erbij? Ik zeg, beter van niet, maar meer. Nou, onmogelijke opdracht bijna. Ja, en dan moet ik wel er eens dit soort beelden ook meebrengen. En wat dan zo wonderlijk altijd is, van, en dan denk je, enorm wortelpakket, hè, gaat enorm diep. Maar bomen wortelen nooit dieper dan de gemiddelde grondwaterstand. Dus we hebben plekken, zoals bij de Bloemgracht, daar staat op 40 centimeter het open water. De wortels groeien dan niet dieper dan 40 centimeter. En die gaan op zoek. Die gaan zeg maar, op zoek over naar betere omstandigheden. Laat dat nou net onder de klinkers zijn waar u fietst. Daar zijn de betere omstandigheden. Dus dan krijg je natuurlijk zo'n knollentuin, een soort veluwe waar je dan in de stad rijdt. Omdat die wortels op zoek zijn. Dus ze willen niet dieper dan de gemiddelde grondwaterstand. Is het 1,20 meter, dan gaan ze tot 1,20 meter.
En dan zie je op sommige plekken waar onvoldoende drooglegging is, waar onvoldoende ruimte is, dat ze echt een pannenkoekachtig wortelstel maken. Want die bomen die zijn best slim, die gaan er gewoon op zoek en dan blijven ze gewoon oppervlakkig. En bomen houden gewoon niet van water. Dat misverstand moet ik meteen even uit de weg halen. Wel als ze net geplant worden, want ze komen van de kwekerij en dan hebben ze maar 20% van de wortelgestel. De rest blijft op de kwekerij achter. Denk je, zat toch een kluit aan? Nou, het actieve deel zit op de kwekerij en u krijgt maar 20% van de wortels mee. Dus het valt best wat tegen. En dan moet die boom natuurlijk even uit die stress vandaan en even moet hij geholpen worden met wat water erbij. En dan gaat hij zeg maar aan de groei. Die bomen die al langer staan, die al een jaar of 3, 4 staan, die kunnen echt weken tegen droogte. Nee, zo niet, misschien wel 2 maanden. Maar stel dat maten ze water 20, 30 centimeter hoger komt en dat komt permanent hoger, dan sterft de wortel binnen 14 dagen tot 3 weken af. Dus grondwaterverhoging of als het te lang nat is, ja, dat is echt de dood voor de boom. Er gaan meer bomen in de stad dood aan te veel water dan aan te weinig water. En het doet me even denken afgelopen zomer dat ik dan gebeld word door iemand uit Zuid en die zegt, meneer Collier, ja, geeft u wel water aan die boom? Nou, ik zeg mevrouw. Maar dat hoeft helemaal niet. Die boom staat al 50 jaar daar in uw straat. Ja, maar het is echt al heel lang droog. Nou, ik zeg mevrouw, maar dat is niet nodig. Ja, maar ik geef elke avond een emmertje water. Ja, maar ik zeg, mevrouw, dat is misschien helemaal niet het beste idee. Nou, u zult begrijpen, dat is een heel lang gesprek. En daar hebben we er meer van. Maar ik probeer uit te leggen dat die bomen echt geen water nodig hebben. Die kunnen echt goed met droogtestress omgaan. Heel veel bomen. Maar goed, dat soort dingen. Ik krijg een signaaltje dat ik door moet. We hebben nog 1 plaatje toch, Thomas? Goed, nou, dit is... Oh, nou, 2. Nou, en wat we aan het doen, als er dan zo'n boom omdondert, zeg maar. En de afgelopen storm hadden we dan 80 zo'n beetje. Nou, dan zeg ik van, nou, het valt wel mee. Iemand anders zegt 80. Ik zeg 300.000 en dan 80. Nou ja, procentueel valt dat best mee. Maar als we een boom planten, dan kunnen we vaak ook wel hele dikke bomen planten. Echt, deze kan je op de kwekerij kopen. Ik bedoel, wij zijn de beste boomkwekers van de wereld. U staat er niet zo bij stil. Maar de meeste gaan naar de export. Meestal gaan naar Rusland en zult u nu geloven. Maar en naar Tsjechië en dat soort landen. En de mooiste bomen gaan daarheen. En die andere, die krijgen wij dan wel eens hier in de stad. En dat zijn vaak dikke bomen, maar er zitten ook enorme kluiten aan. En het bestuur wil heel graag dit soort bomen. En ik zeg, ja, dat kan wel, maar er zit een meter kluit aan. En dan kom ik met 40 centimeter water en dan gooi ik de helft van die boom in het water. Dus wij moeten vaak wat dunnere boompjes, noodgedwongen planten, in tegenstelling tot de collega's in Amersfoort of in Hengelo, waar het water veel dieper zit, die kunnen deze bomen makkelijk planten. Maar het is nog niet eens zo eenvoudig, ondanks dat wij best veel geld ervoor over hebben om bomen te planten, om dit soort bomen te kopen. Volgende plaatje, tot slot. Als u nog meer wilt weten over bomen, wat u voor de deur heeft, hebben wij een prachtige kaart, maps.amsterdam.nl. Wordt binnenkort zeg maar weer helemaal herzien. Dus als u zegt van, ik had hier een boom voor de deur staan, die is weg. Dat zou kunnen, omdat dit ongeveer van 2 jaar geleden is, de laatste update. Dus die gaan we komende tijd weer updaten. Dus u moet maar even kijken wat er bij u voor de deur staat. En nou ja, we hebben de meest belangrijke bomen allemaal zeg maar in beeld gebracht. Dus speciaal voor jullie om even te kijken van wat staat er nou uiteindelijk. We hebben 1500 verschillende soorten bomen. Dus ik heb het wel over Iep. En dan zeg ik altijd, ja, die andere 1499 hebben we ook nog. Hè. Dus, en de Iep is in de binnenstad vooral de belangrijkste boom. Omdat je daar gewoon met die situatie zit. Maar voor de rest hebben we heel veel verschillende bomen. Hier moet u het mee doen. Nou, dankjewel Hans. Even kijken. Zo. Kijken of hij blijft liggen. Ja. Jeetje, wat een prachtig verhaal. Van de rupsenplaag tot stervende puberbomen en bomen die niet van water houden. Een heleboel prachtige details die wij hier vanavond denk ik zeker gaan meenemen als een interessante borrelpraat ook wel, voor als we ergens staan. Hè. Eens even kijken, ik wil jou heel erg bedanken voor je prachtige stukje. En ik wil jou eigenlijk nog even 1 ding vragen. En dat is, als je nou 1 plekje aan moet wijzen langs het Amsterdamse water, waarvan je zegt dat is het allermooiste plekje groen. Daar moet je echt even gaan kijken. Waar is dat dan? Dan moet je even fietsen of wandelen naar de Brouwersgracht, Hoek Prinsengracht. Ten eerste heb je daar een schitterend beeld zo over de grachten. Maar verder zie je daar natuurlijk de sluizen van Maarten staan. Maar ook 1 of 2 bomen op de hoek, precies op de hoek Prinsengracht, Brouwersgracht. En daar zitten aan de achterkant zit helemaal vol met varens.
echt een tapijt van varens van boven naar beneden. En veel bomen in de stad, waaronder de iep, maar ook de linde, die hebben ontzettend veel, is het te zien, op de bast, op mossen en korstmossen. Maar de achterkant, zitten al die varens van als een tapijt van boven naar beneden. Nou, dus je moet even aan de achterkant van die boom kijken, op de hoek. En dan kijk je meteen even zo over de hele gracht heen. Dus dat is de mooiste plek tot nu toe. Oké, okay. Dus als je straks allemaal mensen op de achterkant van bomen ziet kijken, ergens zo'n hoekje, dan weet je dat dat komt omdat ze hier zijn geweest. Heel erg bedankt. Neem even plaats op de bank. Ik wil namelijk nog met één iemand graag over de schoonheid van het water praten, maar dan over de daadwerkelijke schoonheid, de waterkwaliteit van het water. Deze spreker verstaat wel Nederlands, maar doet het interview liever in het Engels. So therefore, for now, I will switch to English. Please give me a moment. I always need a little moment to translate it in my head. I would like to welcome our next guest. He is the co-inventor of the successful Great Bubble Barrier. Please give him a warm welcome, Philip Erhorn. Nou, ik vind het zelf ook heel vervelend dat ik het nog niet in het Nederlands kan doen. Zal ik zitten? Nee, ga lekker zitten. Nee, okay. Ga lekker zitten. Maar de volgende keer zal ik het zeker in het Nederlands doen. Oké, okay, nou, de volgende nog keer. Nog niet, maar for now we'll keep it in English. Ja, thanks. So welcome. Thank you for being here. For the people that don't know the Great Bubble Barrier, could you explain a little bit about what it is? Yeah. So basically, we are working on the problem of plastic that I think most people are aware of by today. And we are tackling it at the point where before it enters the ocean. So basically, all rivers, all waters flow eventually into our ocean. And we want to stop plastic before it gets into the ocean. And we do that with our bubble barrier. In the end, it's just a tube that we place on the bottom of the river or canal. And this tube has a lot of little holes. And when you pump air through it, all the little air bubbles will rise to the surface. And this curtain will create a barrier for plastic. And once the plastic is brought to the surface, it's guided to the side and then into our catchment system. Wow. Okay, so give it a big applause. Thank you, everyone. So how did you come up with this special idea? Yeah, so the idea grew in two places. The first place was here in Amsterdam, from three young Dutch women. And they were their friends. They've been on the water a lot. And they were discussing different environmental topics. And one of them was plastic pollution. And then one evening in a bar, while discussing several environmental topics, one of, again, plastics, one was looking at the beer, looking at the little air bubbles coming up in the beer. And that was the start of the idea. So the best ideas do always come at the bar with a glass of beer, don't they? Yeah, well, yeah. But I'm not a Dutch woman, so I was studying in Berlin, and it was also for me when I was studying in Australia, and we were visiting a wastewater treatment plant, and at some point you also add oxygen for a bacterial process. And all the plastic that people had thrown in the toilets were also still in there. They're not meant to be in there, so the air bubbles were not meant to catch plastic, but they did push it all to the side. And that was for me the first spark of thinking about maybe if I do it more directed, we can also use it in a waterway. And we now have it here in Amsterdam. Yep. Where can we find it exactly? It's exactly at the Westerdok, at the Westerdoksplein. They just planted new trees at the Westerdoksplein. It's close to a central station. And I've heard that because it's such a genius idea, it also had a lot of international attention. I saw an article of The Guardian coming by. Oh, we see it here now as well. Yeah. How is the roller coaster going? It's still going. It's been I think a roller coaster for the last 2 years for us. I think we're going in a good direction, especially with the launch of the Bubble Barrier in Amsterdam. We don't really know why, but the international media picked up on it a lot more than Dutch media did. They did already report on us several times before, so maybe they were kind of like, all right, not again the bubbles. But are there some also Dutch reporters here in the room? No? Okay. But we've been in Parool and Trouw, and so it's not like we haven't reached the Dutch media either.
And it was Dutch International Water Week that might have had something to do with it. So, yeah. Okay, great. Hey, and now there has been some rumors that your invention is not only able to pick up the big pieces of plastic, the bottles of water that we think of immediately, but also microplastics. Is that true? Yeah, so we have to look a little bit at what the literature calls microplastics. Because basically, once it's smaller than 5 millimeters, and that's you can still see that easily, it's already microplastic. And we already know we can catch plastic down to 1 millimeter. So that's already quite small. But we have been also doing research with a water board and a drinking water provider to see if we have impact on non-visible microplastics. So we've installed a bubble barrier in the outflow of a wastewater treatment plant. And alongside with assessing how we can even monitor these small pieces of plastics. And how small is non-visible small? That's in 2 microns. Two microns? Yeah, 0.02 millimeters. Wow. So the tests are done now, and we're expecting the results by the end of this year. Oh, well, I'm sure we're all very curious to know the results. I was wondering, it has been installed here in Amsterdam in November 2019, right? Yeah. Can you give us an idea of how much plastic you've already catched out of the water of Amsterdam? Yeah, that's definitely the burning question that everyone is waiting for. We are still taking our time to start talking about this. We do see that with plastic, the amount of plastic changes with every season. And ideally, we want to see a whole year with all the seasons to then say, and this is how much plastic we catch. We do see already, this was the day after New Year's. If you look closer, you see some champagne corks, and you see these little wooden sticks, which are from the fireworks. And what we also see in there is we catch a lot of styrofoam, so the piepschuim, and not only the large pieces, but if you could look at the edge, you see all these small little dots. And that's something we hope to catch, but we didn't know yet how much there would be in there. But we do see there's a lot of it in there. So that's also something we want to see how we can map that out. But we're going to work with the Plastic Soup Foundation, and they will monitor how much we're going to catch. And we want to bring it down to counting every single piece. And that's going to be open data. We're going to put it out there to hopefully support more policies. And do you already have some premier numbers for the people that are here today? No. No. It was worth a try, but unfortunately. Unfortunately. Hey, and in 2025, to get back to our numbers, yeah. Where do you think where do you hope the Great Bubble Barrier will be by then? I think our biggest goal would be that we're not even needed anymore, but we do know that by 2025 we'll still be needed. So I think by 2025 we'll be in all major cities in Europe. And we'll have more than 100 bubble barriers in the water. I think that deserves a really big applause, because that's what we want, right? Thank you very, very much, Philip, and congratulations on this really cool innovation. Hans, I'm going to switch back to Dutch real quickly. Even in het kort in het Nederlands. Ik ben heel erg benieuwd, want we hebben het nu over plastic. En ik vraag me direct af, wat is eigenlijk de invloed van het plastic op de bomen langs het water? Nou, dat weten we niet zo heel goed, maar wat we wel weten is als er zwaar vervuilde grond is, dat bomen daar heel goed op groeien. Neem bijvoorbeeld de Volgermeerpolder, hè. Nou, zo hard groeien ze bijna nergens. En we weten ook dat bomen heel goed in staat zijn om vervuilde grond ook gewoon te zuiveren. Er loopt een proef, zeg maar, in Zeeland, waar ze, zeg maar, bomen planten op zwaar vervuilde grond. En het blijkt gewoon dat bomen ook een deel van die stoffen op kunnen nemen, zeg maar. Of het dan in die bomen zit, is dan weer een ander vraagstuk, hè? Dus of je dan die als chemisch afval moet afvoeren, dat is dan even de vraag. Maar bomen zijn best wel slim en weten dat ook voor bepaalde stoffen aardig buiten de deur te houden. En dan bijvoorbeeld iets wat je dan weer niet verwacht, bijvoorbeeld gewoon keukenzout of zout, daar kunnen ze heel slecht mee omgaan. Dus een kruiwagentje zout bij bomen is niet fijn voor een boom. Dus geen water... Wel heel veel vuilnis. Daar komt het eigenlijk op neer. Als je een boom wil laten groeien. Ze zijn slimmer. Ze zijn slimmer. Nou, wauw. Oké.
Ik vraag me eigenlijk af, zijn er vragen in het publiek voor deze twee heren op de bank? Ja, ik kom hier naar jullie toe. Hoi. Geheel off topic, maar ik was toch benieuwd, nu ik de kans heb. Bij de Rozengracht en bij heer Huur de Grootplein in de buurt zijn heel veel bomen weggehaald, of zullen weggehaald worden. Weet u wat daarmee gaat gebeuren? Een hele concrete vraag. Ja, ze zijn nog niet weg op de Rozengracht. En ik denk dat de meeste ook wel blijven staan, denk ik. Dus dat is het goede nieuws waarschijnlijk. Op de Hugo de Grootplein, zei u? Ja, de Grootplein daaromheen. Ja. Een straat en daar zijn alle bomen weggehaald, denk ik een half jaar geleden of een jaar geleden. Ja. Oh, Frederik Hendrikstraat? Ja. Oh, ja. Ja, zonder nu natuurlijk elke straat met jullie door te nemen. Maar ik kan er wel iets over zeggen. Daar stond de watercypressie. En ik ben bij de vele buurtavonden geweest. En de buurt was er wel een beetje klaar mee met deze watercypressie. Bleek ook dat er ooit zo'n kantaatje, u weet, het was een overdekte brommer, gekanteld is in verband met de opdrukkende wortels. Nou, als dat gebeurt, dan is Leiden in last, zult u begrijpen. Daar ga je natuurlijk geen bomen voor kappen. Maar ik wil maar even zeggen dat het best wel ernstig was met betrekking tot het opdrukken van die wortels. En het blijkt gewoon dat deze boomsoort, watercypressen, dat die heel tamelijk agressief zijn en heel oppervlakkig blijven wortelen. Ik vind dat niet erg, maar de buurt vond dat wel heel vervelend. En tegelijkertijd speelde dat de weg verbreed zou worden voor het aanbrengen van de busbaan. Dus ja, in dat spel, zeg maar, hebben de buurtbewoners vooral gezegd, wij willen van deze bomen af. En nou ja, ik weet dat er ook bewoners geweest zijn die hebben echt enorm pleidooi gehouden voor behoud van bomen. Maar ik zou nu zeggen, het merendeel van de bewoners wil de bomen weg hebben. En dan, dan komt de kapvergunning en dan blijkt toch weer een ander deel daar weer heel anders over te denken. Dus het is best wel interessant hoe dat in de stad werkt. Goed, dus omdat ze heel agressief waren, daar komt het op neer. Is er nog een vraag? Ja. I have a question for the water bubbles. Is it necessary that the water in the canals of Amsterdam kind of flows to make that curtain work? Because Martin explained that he's stopped flushing the canals 10 years ago. Maybe if he starts flushing it, it works a bit better even. Do we need to start flushing the canals again? From our perspective, we would like to see more flushing. But I totally see Martin's point. So we don't want to have more flushing. We do need water flow because we're basically, with the bubble barrier, we're creating a flow. But we need the natural flow of the river to guide it all to the side. If we just place it without a flow, we push it to the side, but then it's still spreading everywhere. So we do work together with the natural flow. But where we are now at the Westerdok, we still have enough water movement. It's slow flowing, but it's enough for the system to work. So in still water, it wouldn't work yet? No. Okay. Does that answer your question? Yes? Het aantal smoorhete zomers in Amsterdam neemt schrikbarend toe. Kunt u misschien zeggen of u contact hebt met deelraden, gemeenteraden, om een aanplantbeleid te formeren? Want iedereen weet dat urban heat enorm afneemt wanneer er meer bomen komen. Is daar reeds een beleid in ontwikkeling? Ja, het simpele antwoord is eigenlijk van zorg dat die bomen zo hard mogelijk groeien. Door ze de optimale groeiomstandigheden mee te geven. En nog niet zo lang geleden, dan spreek ik over 15 jaar geleden, planten wij boompjes in een vakje van 2x2 en een meter diep. Daar moest die boom het verder zijn hele leven mee doen. Nou, het blijkt gewoon dat één boom ongeveer de helft van deze ruimte nodig heeft. Dus wij zeggen, voor één boom gaan we nu een vak creëren van 5x5 en een meter diep. En als het niet een meter diep kan, dan wordt het 10x10 en een halve meter diep. Dus elke aannemer die nu in de stad bomen aanplant, en dat zijn er 3, hebben zeg maar de opdracht voor elke boom die nu geplant wordt, minimaal, en dat noemen we dan 25 kuub mee te geven. Dat is echt onwaarschijnlijk veel voor een boom in stedelijk gebied. Waardoor die boom zo hard mogelijk groeit en zo snel mogelijk zeg maar, het kroonvolume krijgt dat die bijdraagt aan zeg maar, de hittestressprobleem. Dus
Ja, ik ben een wat dat betreft een hele enthousiaste bomenconsulent, zult u begrijpen. Dat wij dit als stad kunnen doen en dat we ook zoveel geld over hebben voor één boom. Want u moet bedenken, wij rekenen ongeveer €3500 voor één boom. En daar gaat ongeveer €2800 de grond in. Dus dat zie je niet. En dat doen wij toch. En dat is best wel bijzonder in deze stad. Maar dat is pas van recente datum, hoor, dat dit echt structureel nu door de stad heen plaatsvindt. Dus ze zijn er druk mee bezig. Ik had hier ook nog een vraag. Ik heb een vraag voor de eerste en de laatste sprekers tezamen. Ik zwem geregeld in het water van de Antropohaven, Borneokade, dat gebied en zo. En het water daar wordt ontegenzeggelijk elk jaar zouter. Dat bewijst zich onder andere door zoutwaterpalen, maar ook krabbetjes aan de wand van mijn schip. En ik hoor de laatste spreker juist zeggen van nou, als je die boom dood wil hebben, moet je er een emmertje zout bij gooien. Hebben jullie zelf contact met elkaar? Hoe gaan we dat zien? De vraag is, zijn jullie hierover in onderling overleg? Nou ja, het zout wat binnenkomt via het Noordzeekanaal naar het IJ, over de bult van Amsterdam. Hè. De bult van Amsterdam is het fenomeen dat de bodem van het IJ omhoog komt als je van west naar oost gaat. Dus bij de Koentunnel, daar begint dat zo'n beetje en dan gaat die bodem omhoog. En het is sinds 2011, hoor ik van Rijkswaterstaat, want dit alles is Rijkswaterstaat beheergebied. Hè. IJ en ook Borneokade en ook Antropohaven. Maar dat het zout vaker over de bult van Amsterdam heen komt. En ja, ook al het Amsterdam-Rijnkanaal optrekt richting Diemen. Dus dat is iets wat ook door Rijkswaterstaat niet gewenst wordt. En waar hoofd over gebroken wordt om te kijken of dat met maatregelen bij de nieuwe zeesluis IJmuiden niet het tij gekeerd kan worden. Het zout uit het IJ komt denk ik niet direct bij de bomen, maar is dat zo? Nee, dat klopt. Dus de bomen hebben er vooralsnog niet zoveel last van, om het zo maar te zeggen. Wat we wel zien is dat de aannemers die jonge bomen water moeten geven, want ik zei het al, de eerste 2-3 jaar willen ze wel wat water hebben, dat men dan water ergens vandaan pompt wat vrij brak is of zoutig is. En dan heb je een boom heel snel dood. Dus wij moeten aannemers heel goed instrueren waar ze het water betrekken. Bij de Berlagebrug. Bij de Berlagebrug, hoor ik in mijn oortje. In ieder geval is het zo dat dat de beste plek is. Maar er zijn ook plekken waar het echt tamelijk zout is, met mijn woorden. En wat je gewoon niet bij de bomen mag geven. En dat gebeurt incidenteel wel, dat een aannemer zonder dat hij in de gaten heeft water oppompt en bij de bomen geeft. Dus dat is een groot probleem. Dus de eerste volgende keer dat een aannemer water gaat halen, moet hij eigenlijk eventjes eerst Maarten bellen en zeggen waar is het minst zout. Ja. En dan gaan we ze weer water geven. Ja, we hebben heel veel Maartens. Hoor. Ah, heel veel Maartens. Oh, nou, dat is goed. Het is toch fijn dat het hier door het publiek deze conversatie even gelinkt wordt. ik heb nog ruimte voor een vraag. Ja. A question about the bubble barrier. What's the effect of the bubble barrier on migrating fish, especially the small ones like sticklebacks? Did you do research on that, or do you have any information about that? Yeah, so that's the biggest beginning for us was if you do want to catch plastic in a waterway, you cannot block it. A, because you won't win the fight against Felix, but also you want to keep it open for wildlife. We did literature research and environmental impact assessments on what it will be for fish. So they try to use bubble barriers to redirect fish in the States a lot, but they're failing. So they want to have, they need to add stroboscope light and sound, which is then reflecting inside of the air bubbles. And then if you have the whole disco in the water, then also the fish say, okay, well, I'll go another direction. But it's still, we still consider it, and also Amsterdam, we're going to work with the Rijkswaterstaat to also further assess if our local species, how they react. Currently, we see they probably don't mind too much. So you're working on it? Yeah. Yes. Okay, so we zijn alweer een beetje aan het einde van de avond gekomen. Ik heb nog ruimte voor één korte vraag, en dat moet dan echt een vraag zijn van iemand die zegt, nou, als ik deze niet kan stellen, dan ga ik echt zo ontevreden naar huis. Ja?
Ik hoor iemand achter. Ja, toch. Ja. Ik vroeg me af, u begon uw verhaal over de bomen aan de grachten. En ik heb altijd geleerd dat het pakhuizen waren waar goederen in werden opgeslagen. Maar dat lijkt me heel lastig als er allemaal bomen voor staan. Om dat vanaf het water in een pakhuis te krijgen. Is er enig historisch? Hoe zat dat met die pakhuizen en die bomen vroeger? Nou ja, wat je op die oude beelden ziet is dat over het water transport is. Hè, en dat die tonnetjes dan op de grachten gebracht worden. En die bomen zijn ook prima beschermd tegen die schade. En dan neem ik aan dat ze gerold worden richting de gevels. En dat ze getakeld worden, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Niet met een soort hijsinstelling, dat heb ik nooit gezien. Maar misschien zit er historici in de zaal. Iemand in de zaal die hier toevallig iets over weet? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook altijd dacht dat ze vanuit het water direct getakeld werden. Maar inderdaad met die bomen, dat kan helemaal niet. Oké, dan hebben we dat ook weer uit de lucht geholpen. Ik wil graag een heel groot applaus voor deze laatste twee sprekers van vanavond. Het is inmiddels 2:10. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van dit programma. Ik wil de sprekers heel erg bedanken dat zij hier aanwezig waren. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier allemaal aanwezig waren. En ik hoop dat jullie van de avond hebben genoten. Ik wil jullie nog even op wijzen dat we hier doen aan een pay-as-you-like principe. Wat betekent dat de programma's hier gratis zijn. Dat zullen ze ook blijven. Maar mocht je nou een bijdrage willen doen, dan kan dat natuurlijk altijd. Vond je het een leuk programma? Ben je benieuwd wat we hier nog meer doen? Kijk dan vooral even op de agenda online over wat wij allemaal nog meer doen hier in het Pakhuis de Zwijger. En dan wil ik jullie voor nu een hele fijne avond wensen en heel erg bedankt.